Zo, democraten, de deur is dicht, de deur is op slot. We gaan beginnen. We weten allemaal waarvoor we hier zijn. We leven in de aanloop naar de verkiezing, die is eigenlijk zelfs al begonnen, van de nieuwe voorzitter, landelijk voorzitter van D66. Er zijn drie kandidaten en die kandidaten die zijn nu bezig met een tour door het hele land. Presenteren zich aan de afdelingen. Allemaal heel verschillende bijeenkomsten. Gisteren hadden we er een in Amsterdam. En die was in een café. En met de bekende daarbij behorende luidruchtigheid zag er wat anders uit dan hier. Dit is de eerste bijeenkomst die ik mag voorzitten. Modereren, zoals het in Vlaanderen heet. Ik ben Fred Sanders, staat daar ook. Ik ben aanhanger van D66, zolang als het bestaat. Kun je nagaan hoe oud ik ben. En mijn laatste rol binnen D66 was wethouder in Wassenaar. En als jullie daar nog vragen over hebben, na afloop graag. Deze bijeenkomst, ik had het me zo voorgesteld. Wij hoeven hier niet te gaan zoeken naar politieke verschillen tussen de drie kandidaatvoorzitters. Voor zover jullie het nog niet weten, Alexandra van Huffelen, Michiel Scheffer en Fleur Greper. Jullie kennen ze allemaal, neem ik aan, al was het maar via internet. Waar we wel proberen achter te komen is wat nou de verschillen zijn in wat het soort mensen. En dan is het mijn gedachte dat je dan ook beter kunt kiezen wat voor soort voorzitter zou ik nou eigenlijk het liefste willen zien van die mooie partij. Dus als je op dat gebied wat wijzer bent geworden aan het eind van deze bijeenkomst, dan is het wat ons betreft geslaagd. Ik zou zeggen, ga gerust even zitten, Fleur. Wat we gaan doen is een één-op-één interview met alle drie de kandidaten. En daartussendoor krijgt u in de zaal de gelegenheid om vragen te stellen. En daartussendoor en aan het eind wordt er gedebatteerd tussen de drie kandidaten over een paar stellingen. En welke dat zijn, dat merken jullie dan nog wel. Ik begin dus met Fleur. Je kijkt heel angstig. Oh. Ik vond je gisteren wat brutaler optreden daar in Amsterdam trouwens. Oh, is dat zo? Ja. Ja. Heel gedecideerd kwam je over. Ja? Ja? Ja, ik ben ook wel. Oh, sorry. Ja, ik ben ook wel vastberaden om voorzitter te worden. Dus misschien dat ook wel maakt dat je wat brutaler en gedurfder bent. Ja. Ja, misschien komt het dan nog, nu vanavond hoor. Maar even om je neer te zetten. Sinds wanneer ben je D66er? Wanneer en waarom ben je lid geworden? Nee, dat is bij mij. Ik was 16 toen ik het gevoel had van ik moet iets met politiek, daar voel ik me thuis. Maar toen vond ik D66 wel een hele enge partij om meteen lid van te worden. Dus ik ben toen eerst lid geworden van de Jonge Democraten. En heb me daar aan verbonden. En ik was 22 toen ik lid werd van D66. En dat was in 97. Even rekenen. Ja, ja. En de band tussen D66 en de Jonge Democraten. Hoe hecht is die? En is die goed zoals die nu is in jouw ogen? Nou, wat ik heel erg opvallend vond, ik heb de afgelopen weken met heel veel jonge democraten gesproken. En ze voelen zich over het algemeen best heel erg verbonden met D66. In mijn tijd zaten we op zo'n golf naar beneden als het ging om de verbondenheid met D66. Toen was het nat dan om te zeggen dat je dan was vooral heel erg belangrijk om te zeggen dat je onafhankelijk was. En je ziet dat nu weer even wat minder is. Maar tegelijkertijd geven heel veel jonge democraten wel aan dat ze heel veel moeite hebben om te begrijpen hoe die partij in elkaar zit. En waar ze hun energie goed in kwijt kunnen gaan. Dus ik denk dat daar nog wel wat verbeteringen in zijn. Maar de band is denk ik goed. En we hebben afgelopen zondag, dus gisteren, een debat gehad bij de Jonge Democraten. En hebben we ook heel erg gesproken over hoe kun je die band nou aanhalen. Wat kun je nou van elkaar leren? En hoe kun je elkaar daarin versterken? Het probleem van dat niet goed begrijpen hoe de partij in elkaar zit, is dat de ingewikkeldheid van de partij of is dat een communicatiekwestie? Een beetje van allebei, denk ik. Wat ik gezien en ook hoor op het moment dat ik dan met die jonge democraten praat. Een van de dingen die zij aan hebben gegeven is, toen zij de grote groeispurt maakte als vereniging,
Toen hebben ze groeicommissies aangesteld om te kijken over hoe zit die structuur van die vereniging nou in elkaar. Een vereniging van 2000 leden is namelijk nog wel een andere vereniging dan 5000 leden. En ze hebben dus kritisch gekeken van, voldoet onze structuur nog aan de omvang en de wijze waarop wij als vereniging functioneren. Nou, dat is wel een voorbeeld waarvan ik denk, daar kunnen wij als D66 wat van leren. Wij zijn een partij die georganiseerd is op basis van toen wij 7 tot 10.000 leden hadden. Toen hebben we de basis neergezet van waar wij nu uit functioneren. Maar we hebben inmiddels wel 24.000 leden. En nou, dat is dus kritisch kijken van of onze structuur nog past bij de omvang van de vereniging. En of daar aanpassingen nodig moeten zijn. Kan helpen, denk ik, in het inzichtelijk maken van hoe die vereniging fungeert. En of dat voldoende duidelijk is voor nieuwe leden. Of dat nou jonge democraten zijn of niet. En dat is een van de dingen, neem ik dan aan, die je als voorzitter, gesteld dat je gekozen wordt, gaat ondernemen. Ja, ik denk dat dat een goede zaak is. Dat zou wat mij betreft wel een commissie moeten zijn die vanuit de leden gevoed wordt ook. Heel nadrukkelijk, die ook nadrukkelijk met de leden in contact gaat over van waar hebben jullie dan behoefte aan. Maar ik zou me kunnen voorstellen, we hebben daar een goed verleden ook in als partij, om daar bijvoorbeeld een projectbestuurder voor aan te stellen in het landelijk bestuur die daar specifiek met dat agendapunt aan de slag gaat. Op mijn lijstje staat ook, wat is je eerste prioriteit voor de komende 3 jaar? En dat zou die structuur van de partij zijn? Het moderniseren daarvan? Dat zou er in ieder geval eentje moeten zijn die we op korte termijn oppakken. Daarnaast heb ik denk nog wel wat andere punten. Ik heb daarvoor een agenda van 5 opgesteld, de 5 van Fleur. En die zijn voor mij al betreft alle 5 vertel, even dierbaar. Vertel, voor diegenen die het niet gelezen hebben. Nou, de 5 van Fleur, dat gaat over het verbinden van afdelingen. Zorgen dat we kennis delen. Zorgen dat we niet alleen op een zolderkamertje het wiel gaan uitvinden, maar juist met elkaar gaan kijken hoe we dat op een goede wijze kunnen doen. In het verleden hebben we daar ook wel ervaringen mee opgedaan. Ik weet zelf uit ervaring dat we voorafgaand aan een vorige gemeenteraadsverkiezing met de grote afdelingen een soort torbekkenberaad hebben opgesteld, waarbij we gezegd hebben van, hey, deze vraagstukken spelen in alle gemeenten. Die zijn niet groot afhankelijk of die zijn niet afhankelijk van waar je in het land nou bezig bent, maar die spelen overal. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de decentralisatie van de jeugdzorg. Nou, met elkaar is toen gekeken naar hoe kun je daar dan als gemeenteraadsfracties richting zo'n gemeenteraadsverkiezingen mee omgaan. Nou, dat zijn wel vormen van samenwerken waarvan ik denk dat die moeten we snel oppakken, juist ook richting gemeenteraadsverkiezingen 2014. Maar ook als het gaat bijvoorbeeld om hoe gaan we nu om met ledenwerving. We hebben een ambitieus plan als partij als het gaat om het invullen van witte gebieden. Maar de voorwaarde om straks goede raadsleden te hebben is dat we natuurlijk eerst leden hebben in die witte gebieden. Nou ja, goed met elkaar daarover nadenken of wat is daar nou een effectieve wijze in, dat zal wat mij betreft ook prioriteit moeten krijgen. Dus het verbinden van afdelingen en fracties. Tweede punt wat mij betreft is het kijken naar nieuwe vormen van debat en democratie. We zijn als partij enorm gegroeid. Dat heeft heel veel invloed gehad op de wijze waarop wij als partij functioneren. En toen ik lid werd van D66 vond ik het heel erg bijzonder dat ik ongeacht wat mijn achtergrond was, overal over mee mocht praten en overal over mee mocht beslissen. En als je vond je dat goed of slecht? Ja, dat vond ik heel mooi en dat vond ik heel goed. Want dat is volgens mij precies waar het one man, one vote systeem van onze partij over gaat. En is volgens mij echt een van de kernwaarden van onze vereniging. En met de huidige vormen van congressen waarbij je 400 abonnementen in 1 dag moet behandelen. Ja, dan, en met de omvang van de congressen die dat zijn, zijn we een beetje aan ons eigen succes dreigen we ten onder te gaan. En dat is niet nodig, want dat basisprincipe kunnen we prima ook op andere wijze invullen. Maar we zullen daarvoor dus wel naar nieuwe methodes moeten zoeken. Nou, het derde punt, dan zal ik ze wat sneller. Je hoeft ze niet allemaal te noemen trouwens. Dat is verder professionaliseren, maar met gebruik maken van de diversiteit van de afdelingen. En dan gaat het met name over hoe ga je nou om met campagnevoeren, hoe ga je nou om met de kennis die daarin is. Maar het gaat ook, wat mij betreft, dat is het vierde punt, over talentontwikkeling. Waarbij je niet alleen maar werft en selecteert en traint van talenten, maar ze ook begeleidt en ontwikkelt. Zodat ze op het moment dat ze dan raadslid zijn of wethouder zijn, zich door kunnen ontwikkelen en in een nieuwe rol verder kunnen groeien. En als vijfde, wat mij betreft, het verbreden van de partij ook buiten het politieke gremia. De samenleving wordt op dit moment al lang niet alleen maar in de politiek ingekleurd. En ons gedachtegoed heeft dus ook heel veel andere plekken waar wij dat uit kunnen dragen en uit kunnen laten zien en de invulling kunnen geven aan die samenleving. Of dat nou raden van toezichten zijn of oudercommissies of andere maatschappelijke plekken. En daar zouden we ons volgens mij ook veel sterker moeten maken. En ook herkenbaar als D66. Herkenbaar als D66, maar vooral ook de gebruikmakende van de kennis die er nu al bij die D66 die daar vaak zitten, ook gebruikt kan worden om ook in ons politieke kant verder te versterken.
even terugkijkend, we hebben het altijd over de successen die we met z'n allen behalen. Is er ook wel eens iets totaal mislukt wat je hebt ondernomen? Ja, gisteren hadden we het over wat je wou worden als je 10 was. En we hebben geconstateerd dat dat in ieder geval bij ons alle drie mislukt is. Nou, ik dacht meer aan iets binnen de politiek, binnen D66. Nou ja, ik heb wat ik zelf heel erg altijd als uitgangspunt heb gehouden. Ik heb aan het begin van mijn politieke carrière werkte ik in Delfzijl bij Randstad Uitzendbureau. Vooral met havenarbeiders. En ik had toch altijd de stelling, of in ieder geval, daar hou ik me altijd nog heel erg aan vast. Politiek is alleen maar goed op het moment dat ik het op vrijdagmiddag bij die bierflesjes kon uitleggen. En op een gegeven moment kwam er een project langs bij ons in de Staten van Groningen, waar ik op dat moment fractievoorzitter was. En dat ging over de Blauwe Stad. Ik weet niet of jullie allemaal wel eens over de Blauwe Stad gehoord hebben. Maar daar zat een financieringsstructuur onder, die nogal uitdagend was. En ik kreeg hem niet meer uitgelegd op vrijdagmiddag. En ik heb uiteindelijk toen ook, ondanks heel veel weerstand, tegen die financiering gestemd. En ik ben er toen achteraf gezien wel heel erg, heb ik wel heel veel spijt van gekregen, dat ik in ieder geval niet ook mijn eigen partij daarin mee heb gekregen. Want ja, helaas bleek ik wel gelijk te hebben dat die financieringsstructuur niet helemaal solide was zoals we hem graag hadden willen zien. Het komt vaker voor, hè? Ja. Ja. We hebben een aantal vragen bedacht die echt alleen met ja of nee kunnen worden beantwoord. Zwart-wit vragen. En denk erom alleen ja of nee. Dan moet ik even heel streng zijn. Hans van Mierlo of Jan Terlouw? Jan Terlouw. Maar het is geen ja, nee. Of, Nou, zwart-wit. Het is ja, ja, maar de een is wat harder. Ja, zullen we maar zeggen. Ja. Volkspartij of Voorhoedepartij? Voorhoedepartij. En ook in de consequenties daarvan, dus dan maar 10 zetels in de Tweede Kamer en geen 30? Nee, ik geloof nog steeds dat je met een voorhoedepartij best een brede grote partij kunt zijn. Als je kijkt naar de gedachtegangen van de zwevende kiezers die op dit moment bij andere partijen zitten, zijn die net zo graag voorstander en voorhoeder als wij dat zijn. Ik geloof niet dat elkaar hoeft uit te sluiten. Zijn we centrum links of centrum rechts? We zijn een middenpartij. Moet dat dan maar, ja? Ik heb altijd, we hebben gisteren ook die vraag gekregen. Ik heb sowieso wat moeite in Nederland om links en rechts goed nog te kunnen definiëren. Vroeger was links progressief, rechts conservatief. Maar ik zie op alle flanken conservatief gedrag. En ik weet dus ook niet helemaal meer wat links en rechts is. Ik geloof dat wij een partij zijn die vanuit het midden gewoon goede dingen doet. Die juist niet zozeer kiest voor een of ander, maar kiest voor wat de beste oplossing is. Pragmatisch, zeiden we vroeger. Ja, pragmatisch. Ja, ja. Nog een, nog zo'n of het een of het ander. Stel nou dat jij niet gekozen wordt als voorzitter. Moet het dan Alexandra worden of Michiel? Ja. Heel streng, hè? Ik zeg Michiel. Oké, ik geef geen commentaar. Op wie mikken we? We zijn een brede volkspartij, zeg je. Hè? En we zijn in het midden. En toch een voorhoede. Mikken we nou op de hoger opgeleide of op Jan Modaal? We mikken op de Nederlanders die graag vooruit willen. Die graag na willen denken over waar we over 10 jaar staan als partij, of als land. En niet alleen maar over het beschermen van gisteren, maar over het zorgen voor een goed morgen. En of dat dan Jan Modaal is, of dat het de hoogopgeleide zijn of de laagopgeleide. Ik geloof, en dat, we zijn in de afrondende fase van de evaluatiecommissie van de laatste Tweede Kamerverkiezingen. En als je wel kijkt naar de cijfers, dan zie je ook dat wij gewoon het goed doen onder alle inkomensgroepen. Daar zijn we echt niet. Zit het hem niet in. Nee, nee. Ik denk dat ons verhaal ook een verhaal is wat daar in al die groepen kan aanspreken. We moeten weer campagne gaan voeren, hè? Binnenkort. Gemeenteraad komt eraan. Wat gaan we dan doen? Gaan we tv-spots maken of gaan we affiches ophangen? Nou ja, een goede campagne is altijd een mix. Van alles een beetje? Alles een beetje, maar wel een goede mix gebaseerd op waar en hoe je de doelgroep het beste kunt benaderen. En voor de ene doelgroep is dat absoluut online.
En voor de andere doelgroep is dat misschien meer tv. Maar wat daarbij ook vooral belangrijk is, is dat je gaat kijken naar welke boodschap wil ik nou overbrengen. En welke doelgroep wil ik bereiken en welk middel past daar dan het beste bij. En dat, die dingen, die, al die drie elementen, die horen bij elkaar. En die analyse moet je echt eerst goed maken voordat je uiteindelijk besluit welk middel je dan inzet. Welke middelen, ja. Nee, ik ben het helemaal met je eens hoor. Goed, we laten het hier even bij dit, voor wat betreft het twee gesprek. We gaan twee debatten houden vanavond tussen de drie kandidaten. Dus ik zou zeggen, kom naar voren. En dit eerste debat, dat zal gaan over, we hebben nog meer microfoons als het goed is. Ja. Dit eerste debat zal gaan over de koers van D66. We weten natuurlijk allemaal, de voorzitter die gaat vooral over de organisatie en niet zozeer over de dagelijkse politieke keuzes, maar niettemin. Voor het kiezen van een voorzitter is het toch wel interessant om te weten hoe hij of zij daarin staat. En dan in dat kader zou ik jullie graag een paar stellingen willen voorleggen waar je één voor één op kunt reageren. Als ik nou zeg, we hadden vroeger altijd GroenLinks, hè? We hebben het bijna niet meer, maar we hadden altijd GroenLinks en dat was de Milieupartij. Hebben wij die rol een beetje overgenomen als D66 of willen we dat? Alexandra? Ja, wat mij betreft. De microfoon die het volgens mij niet. Jawel, daar zit daar een meneer die kan dat. Die kan dat heel goed regelen. Hij doet het inmiddels of niet? Nee. Het wordt. Deze doet het wel. Ja, over dat thema duurzaamheid, een onderwerp wat mij natuurlijk aan het hart gaat. Ik ben in Rotterdam wethouder voor duurzaamheid. En ik vind absoluut dat we dat thema hebben overgenomen als een thema wat in het hart is van wat wij belangrijk vinden. Het is de kern van een van onze idealen. En ik vind niet alleen maar dat dat goed is en dat dat ook een thema is wat moet blijven. Maar ik vind vooral dat we dat thema verder moeten uitbouwen in de komende tijd. Want ons begrip van duurzaamheid gaat niet alleen maar over milieu, over onze leefomgeving eruit ziet, hoe de kwaliteit daarvan verbeterd kan worden, maar gaat ook over de toekomst van onze welvaart. En niet alleen maar in Nederland, maar wereldwijd. En die combinatie, duurzaamheid als economische groei gebonden aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, is precies wat we in D66 moeten behouden. En dan natuurlijk ook weer in de praktijk moeten laten zien in allerlei soorten van projecten. En denk je dan ook aan milieu als mogelijkheid om geld mee te verdienen? Ja, dat is eigenlijk een beetje de kern van dat duurzaamheidsbegrip dat gebonden is aan de combinatie geld verdienen en het verbeteren van de kwaliteit van ons milieu. En juist dat onderwerp is ook een onderwerp waar ik zelf in Rotterdam heel erg hard aan werk. Dat gaat ook over hoe we de groei van onze haven bijvoorbeeld kunnen combineren met duurzaamheid. Door meer in te zetten op biomassa in plaats van op kolen. Door meer in te zetten op windenergie in plaats van elektriciteit uit gas te winnen. Door te zorgen dat we elektrische auto's gaan rijden in plaats van op een andere manier onszelf vervoeren. Allemaal manieren waarop we ook geld kunnen verdienen aan duurzaamheid. Michiel, zijn we een milieupartij? Zoals vroeger GroenLinks toch? Ja, ik ben lid geworden. Ik ben schor ook trouwens. Ik ben lid geworden geïnspireerd door Jan Terlouw. En dat is wel de man die in onze partij duurzaamheid heel hoog op de agenda gezet heeft. En ook natuurlijk met een urgentie en met een verwoording en taal die natuurlijk heel bijzonder is. Een van de redenen waar ik wel ook voorzitter voor wil zijn, is om die urgentie van duurzaamheid hoger op de agenda te zetten. En even daar twee voorbeelden bij, in het groot en het klein. En de meeste economen in Europa zijn het met elkaar over eens dat je duurzaamheid echt als organiserend principe moet kiezen om uit die crisis te komen. Dat we in moeten investeren in duurzame energie, in recycling om eruit te komen. En dat mogen we als partij denk ik wat urgenter op de agenda te zetten. En een partijvoorzitter mag agenderen met het bestuur, want de congresagenda wordt door het bestuur voorgesteld. Dus je mag inhoudelijk als bestuur iets in de gang zetten. Even een tweede link, veel kleiner. Ik ben een week of twee geleden heel bezorgd geraakt toen ik hoorde dat mensen in Zijdewind, Noord-Holland, die wilden eigen windmolens aanleggen. En die worden geblokkeerd door het ministerie van Economische Zaken, die niet wil salderen, die eigenlijk kleinschalige energie niet toelaat. En daar komt democratisering en energie bij elkaar samen. Dat ook wij moeten vooral
onze inspanning voor die burgers die zelf iets willen, dat die de ruimte krijgen om dat te doen. En dan mag je ook af en toe best kritische vragen stellen aan de fractie. Van, let u daar goed op. Dat doen ze overigens. Ik maak daar geen zorgen over. Stientje doet dat heel goed. Maar je hebt wel de rol om een week na elk debat te horen van, goh, hoe ging dat? Waarom heb je dat gedaan als fractie? En daar kun je als partijvoorzitter ook mee bemoeien. Op de uitvoering van de politieke lijn heeft het bestuur de taak om namens de leden de uitvoering van het verkiezingsprogramma te bewaken. Dus ja, daar mag je naar de fractie vragen over stellen. Maar de fractie maakt natuurlijk wel zijn eigen afweging. En, maar niet in het openbaar? Of, Dat soort gesprekken voer je gewoon met elkaar in, he, om te begrijpen waar je staat en hoe je dingen doet. Ja, om te beginnen denk ik niet dat wij dat punt overgenomen hebben voor GroenLinks. Ik geloof dat wij als partij dat altijd veel beter en veel steviger hebben neergezet dan GroenLinks. We zijn alleen altijd een andere kleur groen geweest dan GroenLinks. We zijn namelijk een groen geweest wat altijd juist dat groene ook verbonden heeft aan het economische. En heeft gezorgd dat het niet alleen maar gaat over, wat ik in Groningen altijd op een gegeven moment zei, het leggen van hekjes rondom natuurgebieden. En dan vervolgens de discussie aangaan. We gaan het terugbrengen, maar waar naartoe dan? Ik vond het altijd een hele bijzondere discussie die ik met GroenLinks voerde. We hebben altijd gezegd, natuur is gewoon is ook in ontwikkeling. En natuur en milieu en duurzaamheid is iets wat gewoon bij ons denken en doen hoort. En daar zijn we volgens mij altijd al een partij voor geweest die daar bewust van is geweest. We zijn niet voor niets ook opgericht in de tijd dat de Club van Rome er was. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. En daarin zijn we dus niet een rol overgenomen. Daar zijn we vooral altijd gewoon heel erg onszelf gebleven. Maar wat ik wel knap vind van wat we in de afgelopen periode hebben gedaan op dat thema, is juist veel meer de verbinding maken tussen milieu en economie. Want het thema zorgen dat groei, vooral ook groene groei wordt, is een onderwerp wat we in de afgelopen periode krachtiger in ons programma hebben opgenomen, maar vooral ook in de praktijk laten zien. En die praktijk is inderdaad in Rotterdam, maar is ook op andere plekken in Nederland. En het is vooral ook die groei die nu door het bedrijfsleven zo wordt geambieerd om te realiseren. En dat vind ik ook wel fantastisch, want daarmee kunnen we een veel duidelijkere link leggen van ons programma. Niet alleen maar voor mensen die het gaat over het verbeteren van de kwaliteit van ons leven en onze leefomgeving. Maar zeker ook het economische thema wat zo belangrijk is. Namelijk zorgen dat de bedrijven en de bedrijvigheid in Nederland weer kan groeien, innovatiever kan worden en kan zorgen dat zij een bijdrage leveren aan de samenleving die ze ook zo graag willen leveren naast het maken van winst. Maar dan mag je ook wel even scherper zijn. Hè? Ik bedoel, we hebben een platform duurzaamheid of een themaafdeling duurzaamheid. Die hebben ook ons vragen gesteld van wat ga je doen als voorzitter. En ik heb aangekaart, we moeten ook kijken naar ons financieel systeem. Op dit moment is er eigenlijk onvoldoende kapitaal beschikbaar in de markt om naar duurzaam te investeren. En je ziet dat provincies als Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant, ik ben staatlid in Gelderland, die proberen toch met extra middelen, revolverende middelen, die financiering mogelijk te maken. Om even te zeggen, een partijvoorzitter mag ook de taak hebben om inderdaad thema's te verbinden en mensen bij elkaar zetten, duurzaamheidsdenkers en financiers, die samen met Wouter Koolmees bijvoorbeeld zeggen, hoe kunnen we nou nieuwe financiële instrumenten, hoe kunnen we de kapitaalmarkt zo hervormen, dat we inderdaad die groei weer gaan aanzwengelen met nieuwe instrumenten. Dat mag een voorzitter ook zeg maar samen met Kamerleden in gang zetten. En met steun. Maar laten we ook de ruimte laten onze eigen politici om dat te doen, want die zijn er al lang mee bezig op alle niveaus. En ik vind het ook wel belangrijk dat we het primaat daar laten waar het hoort, namelijk bij onze volksvertegenwoordigers die aan de slag zijn met het nadenken over de vraag hoe kunnen we die financiering op orde krijgen. Ja, daar hoeven we niet vanuit de partij alleen maar over na te denken. Dat kunnen we ook doen vanuit de partijorganisatie. Maar uiteindelijk het verkiezingsprogramma wordt natuurlijk door het bestuur aan het congres aangeboden, niet door de fractie. Dus daar is natuurlijk wel een verschil. De fractie is natuurlijk degene die de dagelijkse lijn, de wekelijkse koers, de maandelijkse seizoenen bepaalt. Het congres bepaalt natuurlijk de koers op 4 jaar termijn. Ja. Ik ben een beetje bang dat verschillen. Maar mag toch niet zo heel erg groot zijn tussen jullie drie. Ik zit er in partij. Dat het echt meer een kwestie is van aanvullen. Hè, van ja, maar volgens mij de rol van de voorzitter over gaat. We hebben net gehad over de themaafdeling duurzaamheid. Die heeft nu een soort programma gemaakt waarmee ze gemeenteraadsfracties handreiking geven over hoe ga je nou met dat thema duurzaamheid om straks bij het schrijven van je verkiezingsprogramma. Zorgen voor die discussie, zorgen voor het uitwisselen van die kennis. Dat is volgens mij bij uitstek de rol van de voorzitter. En daar hebben we een aantal thema's voor in de partij die voor ons van groot belang zijn. Duurzaamheid is daar absoluut één van, maar ik denk dat we allemaal nog wel een aantal thema's weten te benoemen. En het is juist als voorzitter een taak om te zorgen dat die kennis, die in dit geval bij zo'n platform of zo'n themaafdeling duurzaamheid is, ook op die plekken terechtkomen waar we in de partij dan ook maximaal profijt van kunnen hebben. Ik had eigenlijk al veel eerder de zaal aan het woord moeten laten, namelijk om
vragen te stellen aan Fleur. Maar nu we hier toch met z'n allen zijn, zou ik zeggen, kom maar. Ja. Misschien is daar nog wel een aanvulling op te geven. Dat geloof ik zeker. Wouter, kun je dat... Nee, ik geloof het zeker. Ik zou het niet durven beweren. Dat, want ik heb het niet gehoord. Maar... Ja, precies. Ja. Ja, het wordt meegenomen. Ga je gang. We hebben vijf gehoord net. Hè? Ja, nou, als het gaat om inhoudelijke thema's waarvan ik denk dat wij de komende tijd als partij aandacht aan moeten hebben. We hebben een hervormingsagenda gehad. Die is nu, die staat, het begint nu in zijn vormen te krijgen. We hebben net een woningakkoord gesloten waarmee we weer een belangrijke stap voorwaarts hebben gezet. Maar we moeten ook nadenken over wat is nou het antwoord op de problemen over 10 jaar. En er zijn een aantal dossiers in mijn ogen die daar nog wel... aandacht behoeven, waar we goed met elkaar de partij die verder discussies over zouden moeten voeren. Als het bijvoorbeeld gaat over de hervorming van de arbeidsmarkt, denk ik dat er nog wel belangrijke keuzemomenten zijn waar we als partij die discussie over zouden moeten voeren. Een van de dingen die ik persoonlijk, ik ben lid geworden en actief geworden in de tijd dat Roger van Boksel minister van Grootstedenbeleid was. En die hanteerde altijd de slogan liberaal waar het moet, of liberaal waar het kan, sociaal waar het moet. En ik vind dat wij onze liberale agenda heel erg goed hebben ingevuld op dit moment. Maar als het gaat om die sociale vangnet, wat hoort bij die verantwoordelijkheid van een goed liberaal beleid in mijn ogen. Nou, daar zouden we volgens mij best nog wel eens even kritisch kunnen kijken van hoe ziet dat sociale vangnet er nou uit in de 21ste eeuw. En wat is dan nodig? Dat is niet terug naar Drees, maar dat is wel goed nadenken over hoe je kunt zorgen in een samenleving dat niet alleen maar de sterken het overleven, maar dat ook de zwakkeren... goed geborgd zijn in die samenleving. Ik denk dat we... Een paar woordjes in plaats van heel verhaal. Er zijn themaafdelingen, eentje duurzaamheid. Doe mij nog een paar spreekwoorden van God, dat vind ik nou belangrijk om aan te gaan. Nou, ik denk dat dat een van de onderwerpen waar we zeker over moeten nadenken in de komende tijd is hoe we omgaan met zorg. En de bekostiging en de financierbaarheid van ons zorgstelsel. En dan gaat het in de brede zin van het woord, maar zeker ook over hoe we met ouderen en ouderenzorg omgaan. Een onderwerp wat groot bediscussieerd wordt in het land en waar D66 een belangrijke rol in kan spelen. Zeker ook over hoe we dat in de toekomst moeten organiseren. En zeker ook weer in de partij is dat een belangrijk thema, omdat veel van de onderwerpen rondom bijvoorbeeld de zorg voor ouderen worden gedecentraliseerd naar gemeenten. En dat is een onderwerp waar veel van onze leden en veel van onze volksvertegenwoordigers mee te maken krijgen. Hoe pakken we dat nou op? Hoe zorgen we daarvoor dat we dat doen? Een ander thema wat mij betreft gaat over de arbeidsmarkt en werk en werkgelegenheid. We moeten zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk komen in de komende tijd. Dat is een lastig onderwerp in de crisis. Het hebben van een baan is voor de meeste mensen het allerbelangrijkste wat ze hebben. Of een van de belangrijkste dingen die ze hebben. En daar moeten wij ook voor zorgen dat we daar ook in de toekomst antwoorden op hebben. Dus de groei van onze economie is daar belangrijk. Duurzaamheid en innovatie als thema's die daarachter liggen. Maar er zijn ongetwijfeld nog andere onderwerpen die we ook kunnen bespreken in de komende tijd. Het zijn allemaal thema's die wat mij betreft in het hart zitten van wat wij belangrijk vinden. Maar vooral ook wat kiezers belangrijk vinden. En waar we de verbreding moeten zoeken voor onze partij. Michiel? Wat ik wel belangrijk vind in aanvulling is, we hebben de laatste 10 jaar heel erg een discussie gehad in de partij als markt versus overheid. En je ziet de laatste maanden, jaar, eigenlijk meer aandacht weer voor het derde principe, wat doen mensen onderling. Ik ben Hollander, maar ik ben naar Gelderland geëmigreerd 10 jaar geleden. En daar hebben we een prachtig begrip, dat heet naberschap, nabuurschap. En dan zie je dat de inwoners van Zeeuwend samen zorgen voor dorpsvoorzieningen. De inwoners van Zijdewind hier in Noord-Holland, maar je hebt ze ook in Lochem, die een energievoorziening samen oppakken. Mensen die in een oudercommissie zitten en die school beter proberen te maken. Niet als consumenten van onderwijs, maar als deelnemers van onderwijs. Het is een beetje een oud D66, wat we misschien wat vergeten zijn de afgelopen 10 jaar. Maar de mensen onderling, denk ik, een heel krachtig mechanisme is. Om een heel krachtig idee is om mensen middelen te geven, om ruimte te hebben, om kracht te hebben in hun eigen bestaan. Heb je het dan over een terugtrekkende overheid?
Ja, het wordt vaak cynisch gezien van, nou als dat kan, dan kunnen we terugtrekken. Nee, het is vaak een antwoord op een terugtrekkende overheid. De overheid wordt onbetrouwbaarder en dan gaan burgers het zelf aanpakken. Maar als je dat ook ziet, dan moet je het ook loslaten als overheid. En niet weer met detailregelingen en ruzies en kamervragen, zeg maar, weer naar voren halen. Dan moet je ook, laat de lokale politiek en laat mensen ook experimenteren. Mag ik nog één onderwerpje aan toevoegen? Ik dacht opeens aan de Brusselse overheid, maar misschien ook. Nee, ja, dat is meteen een brugje. Aan Den Haag vooral, hoor. Dat is, een van de onderwerpen waarvan ik denk dat wij als partij, zeker het komende jaar, vooruitlopend op de Europese verkiezingen in 2014, echt over na moeten denken, is de Europa-agenda. Ik ben zelf als campagneleider verantwoordelijk geweest voor de Europa-ja-slogan en de Europa-ja-campagne. Maar dat is niet het antwoord op de huidige situatie in Europa. Sophie lanceerde in begin januari haar kandidatuur voor het lijsttrekkerschap voor de verkiezing. En zei daarbij dat zij wil gaan als lijsttrekker voor de meest eurokritische fractie in het Europees Parlement. En ik vind dat een mooi begrip in de zin dat ze daarmee aangeeft dat wij als partij natuurlijk niet slaafs achter alles wat uit Brussel komt lopen. Maar er juist voor kiezen om daar waar de oplossingen gevonden kunnen worden, kritisch te zijn over hoe je die oplossing dan ook daadwerkelijk kunt invullen. En daar moet nog heel erg veel veranderen. Europa kan beter en Europa moet beter. En ik denk dat het heel goed is als wij het komende jaar die agenda over hoe je dat nou op een goede wijze doet. En daar zijn zowel in de Tweede Kamerfractie als in de Europese fractie ongelooflijk veel goede ideeën over. Maar dat goed onder de aandacht brengen is volgens mij met name het komende jaar een heel belangrijk thema. Ik wil daar even een stap verder zetten. Dat is nauwelijks gevallen in de campagne, maar we zijn natuurlijk ook lid van een Europese partij die ALDE heet. En ook inhoudelijk zou je ook veel meer kunnen doen samen. Dat je samen met de Belgische liberalen, de VLD, maar ook de Mouvement Réformateur, de Modem in Frankrijk, dat je ook samen ook een Europese agenda hebt. Want aan de ene kant zorghervormen, daar zitten de Fransen ook mee. Daar zitten de Belgen ook mee. Dat we meer van elkaar leren, hoe hervorm je dat? En als je echt de macht van de banken wil doorbreken, dan zul je dat ook als politiek met elkaar in Europa moeten doen. Dus we moeten ook die inhoudelijke verbinding leggen. Dat doet Robert Farla natuurlijk van nu op een goede wijze. Maar ook een voorzitter die daarbij helpt, zeg maar, en ook zijn talen spreekt, kan daar ook bij helpen. Alexandra, jij spreekt je talen. Absoluut, ja. We zijn hier niet om een hele politieke agenda vast te stellen volgens mij vandaag, maar vooral ook om te kijken wat we gaan doen in de komende tijd om onze partijorganisatie te versterken en te zorgen dat de partij groter en breder kan worden. Misschien nog één onderwerp eraan toevoegen wat ik wel vind ook erg belangrijk is. D66 is een partij met heel veel jonge mensen, maar ook met ouderen. En we weten dat veel mensen die wat ouder zijn zich ook sterk druk maken over de vraag hoe gaat het nou in de toekomst met mij en met pensioen? Hoe gaat het met de financierbaarheid van zorg? En dat is een onderwerp wat mij betreft ook voor ons heel erg belangrijk is. We zijn een partij wat mij betreft voor iedereen, voor jong en oud, van allerlei achtergronden. En dan is het ook belangrijk dat we in onze thema's goed kijken naar wat voor die verschillende groepen in onze samenleving van relevantie is. Het hoort wat mij betreft ook heel erg bij het thema wat mij betreft kernachtig moet zijn voor D66 in de komende tijd, is dat we meer streetwise moeten zijn, meer moeten luisteren naar wat mensen belangrijk vinden. En dat zijn mensen van allerlei pluimhuizen op allerlei plekken in de samenleving, ondernemers, mensen gewoon die in de stad leven, op het platteland, om te zorgen dat we onze agenda verbreden en daarmee hopelijk ook onze kiezers. Heb je die term vaker horen gebruiken, streetwise? Wat is het eigenlijk? Nou ja, wat mij betreft is dat onderwerp streetwise heel erg gelinkt aan dat wat nodig is om in de komende tijd ervoor te zorgen dat al die mensen die D66 een sympathieke partij vinden, dat zo'n 30% van de Nederlanders ook op ons gaan stemmen en hopelijk ook lid van ons willen worden. En de kern van het streetwise is dat we doordringen in de haarvaten van de samenleving. Het is niet populistisch zijn, maar het is zorgen dat we goed begrijpen wat er op straat gebeurt, wat er in buurthuizen leeft, wat bij mensen op straat leeft, in verenigingen, op sportclubs, maar ook bij ondernemers. Streetwise is wat mij betreft ook niet een soort nieuwe Jip en Janneke taal verzinnen. Nee, het gaat erom dat we onze prachtige idealen, zoals bijvoorbeeld rondom dat thema duurzaamheid, vertalen in heel concrete projecten en programma's. Het gaat er dus om dat we, als we zeggen dat we het belangrijk vinden dat mensen goed voor zichzelf kunnen zorgen en we onze samenleving duurzamer moeten maken, dat we ze helpen hun energierekening te verlagen door zonnepanelen te kunnen aanschaffen. Streetwise is wat mij betreft ook echt ervoor zorgen dat we een brede partij worden. En breed is niet alleen maar hoog opgeleid of laag opgeleid. Dat betekent in de breedte aandacht besteden aan de onderwerpen die voor mensen belangrijk zijn, maar ook een hele brede doelgroep van mensen aanspreken. En dat ook te doen door bijvoorbeeld ons heel zichtbaar op straat te maken, vrijwilligerswerk te doen, zichtbare projecten,
Doen 66 is daar wat mij betreft een heel belangrijk voorbeeld van. Dus als je zegt streetwise, dan bedoel je niet wat ik dan voor me zie, een jongen met een petje en een skateboard. Ja, die jongen hoort met dat petje en het skateboard hoort er ook bij, maar het gaat er wat mij betreft om dat het gaat over street and wise. Dicht bij de mensen, maar wel op de manier die past bij D66, dus niet op een populistische manier. Goed uitgelegd. We gaan beginnen aan de volgende ronde. Als Alexandra en Fleur even gaan uitrusten, dan gaan we verder met Michiel. Mag ik mijn eigen microfoon? Je hebt sommige van de vragen al gehoord daarnet, maar we hebben er ook nog een paar die niet aan de beurt zijn geweest. Maar sommige horen toch ook echt wel bij het één-op-één gesprek met jou. Bijvoorbeeld de vraag waarom en wanneer ben je lid geworden van de club? Ja, ik begin altijd graag met wanneer. Ik ben opgegroeid in België. Mijn vader werkte in de textielindustrie. En ik ben op mijn verjaardag, 8 mei 1964 geboren, 8 mei 1982 geboren, lid geworden. En dat was echt omdat ik in België. Wedergeboren. Dus in België voelde ik me echt een tweederangs burger. Laatst kwam Maurice Lippens in het nieuws, heeft mij ontslagen. Omdat hij zei: van u begrijpt meneer Scheffer, Belgen gaan voor. En ik voelde dus wat het was om geen staatsburger te zijn. En ik voelde wat het is om geen politieke rechten te hebben. Dus ik ben net op die ochtend ben ik lid geworden. En ja, voor mij was de grote inspiratie Jan Terlouw, Oosterschelde, Windkracht 10, de Derde Kamer. De gedachte van de politiek die dilemma's bespreekt, die ze pragmatisch in normale mensentaal naar voren brengt en ook gewoon met pragmatische oplossingen komt. Dat sprak mij heel erg aan. Je hebt al het nodige gedaan binnen D66 de afgelopen jaren. Je hebt er ook al het een en ander hier en daar over verteld. Wat zie je nou als je grootste succes als D66'er? Mijn grootste succes is toch mijn meest recente succes. Dat is het lijsttrekkerschap en de partijleiding in Gelderland. Omdat me dat dwong om in 5 punten het belangrijkste voor Gelderland te omschrijven. Was het ook een succes in de zin van electoraal? Of? We gingen van 1 naar 4 zetels. We mochten als volstrekt onervaren team een coalitieonderhandeling ingaan. Gelukkig hadden we hele goede coaches bij, mensen die het al vaker gedaan hadden. En daar hebben we een heel mooi coalitieakkoord waar echt herkenbare D66-punten in zitten. Dus wij hebben het Gelders Orkest al gered. We hebben Theater Quatta gered uit de rijksbezuinigingen. We hebben 100 miljoen voor duurzame energie. Even wat voorbeelden. Van, ja, en de belastingen verhoogd, neem ik aan, of niet? Nou, Gelderland heeft het voordeel dat het vrij veel geld op de bankrekening nog heeft. En daarmee kun je gelukkig zo'n provincie door de crisis heen helpen. Maar Den Haag helpt niet echt mee. Is er ook wel eens iets mislukt? Ja, ik ben hopeloos mislukt. Als behalve bij meneer Lippens. Maar, ja. Nee, later. Ik heb een poging gedaan, zoals vele honderden anderen, om Tweede Kamerlid te worden. En ik was nummer 23 op de lijst. Dan mag je wel folders plakken. Nee, dan moesten echt 3 vliegtuigen neerstarten, wil ik erin komen. Want toen haalden we 6 zetels, dus dat, ja. Oh, toen. Maar het is heel leerzaam. Ik heb ook een boekje over geschreven, hoe word ik kandidaat te raadplegen op mijn website. Met alle do's en don'ts voor, Je hebt andere werkzaamheden naast de politiek, hè? Hoe ga je dat combineren? Ik heb een bedrijf hiernaast. Dat bedrijf is een slachtoffer van de crisis. Ik heb al gereorganiseerd voor kerst. Dus ik ken nu ook het ontslagrecht vanuit de werkgeverskant. Dat is inderdaad niet flexibel. Maar het is ook niet leuk voor medewerkers. Dat geeft mij wel wat tijd. En ik heb een aantal kleine hoogleraarschappen die ik zal stoppen, waar ik naar 0 uur ga. En daarmee heb ik tijd om aan de partij te wijden. En logistieke problemen? Nijmegen? Nee, vanwege de provincie heb ik een overjaarkaart. Dus ik kan heerlijk de trein nemen. Wageningen is niet ver, dus een half uur met de auto. Den Haag is net lang ver genoeg om een goed stuk te kunnen lezen en wat mensen te kunnen bellen. En dat is dus geen probleem. Ik heb de vraag expres niet gesteld aan Fleur natuurlijk. Dat zal wel heel flauw zijn. Maar... Nee, dat is geen probleem. Een tweede voordeel dat ik nog heb, ik heb een bedrijf met klanten, ongeveer van Delfzijl tot Sittard. Dus ik kan het handig combineren met een bezoek aan een afdeling of een wethouder gaan spreken. Ja. Of een fractievoorzitter die wat coaching nodig heeft. Of die zal delen. Stel, je gaat ervoor, je bent voorzitter straks. Hoeveel leden heeft D66 dan over 3 jaar? Ik zou graag willen dat alle afdelingen die nu 20 à 30 leden hebben, naar 50 à 60 leden kunnen doorgroeien. Dat we vooral sterker worden in die plaatsen vooral als... de kleine afdelingen dus. Nou, dat is niet eens klein hoor, dat is middelgroot. Dus dan hebben we het over de Beuningens, de Heemsteden misschien ook nog wel.
Nog iets groter al? Mooi zo. 80, dat moet 100, 110 worden. Maar moeten is een mooi woord, wat jullie moeten doen en ik niet. Maar we moeten dat doen om daar sterker te worden. Dat doe je vaak via de ondernemersvereniging, via de oude commissies, via een milieubeweging. Dat zijn die haarvaten. Dat zijn die haarvaten, ja. Van die actieve burgers die hun omgeving kennen en daar betrokken bij zijn. Je had het al even over Wageningen, de relatie met de partijleider. Hoe zie je die voor de voorzitter? Ja, we hebben eigenlijk al een traditie van een jaar of 10 dat we elk half jaar eens even bij elkaar buurten. Dat is overigens meestal in Wageningen. Maar hij is overmorgen bij ons in Nijmegen. En dan praten we over de koers van de partij. En dat zijn openhartige gesprekken die met een goed kop koffie in de serre gaan. Dat hebben we al aardig getraind. Maar dat ging niet over... Dat was natuurlijk voordat ik überhaupt aan dacht om partijvoorzitter te worden. Maar nogmaals, die oefening hebben we wel gehad. Ja. We hadden het al even over Europa. Europa is op dit moment niet echt populair. Niet in de media, niet op straat. En ons goede oude referendum, hè, een van de parels van het eerste D66, dat wordt nu naar voren geschoven als een mogelijkheid, laten we het maar plat zeggen, om onder Europa uit te komen. Hoe kijk je daar tegenaan? Is referendum nog steeds een staatkundige prioriteit voor D66, ook nu het als meer als een soort behoudzuchtig conservatief instrument wordt. Nou, je zegt twee dingen in één keer. Je zegt aan de ene kant dat we twijfelen over Europa. En dat is voor mij als ondernemer heel pijnlijk. En ook voor ondernemers die ik om me heen ken. Van ja, Europa is gewoon nodig. Ik woon op 8 kilometer van de Nederlands-Duitse grens. En je kunt niet zonder de Duitse markt. Dus iedereen die op een facturatieafdeling werkt of bij de verzending van goederen weet gewoon dat je met Europa verder moet. En dat je liever één regel hebt voor waar lipstift aan moet voldoen dan 27 regels. Dat is een beetje drama eigenlijk. We kunnen niet zonder en we hebben een debat alsof we zonder zouden kunnen. Over het referendum ben ik heel ouderwets. Het referendum is echt door ons bedacht als een correctief instrument. Dat is niet van ons politiek, dat is van de burgers. Als die burgers dat willen, laten we een referendum hebben. Maar het is niet dat wij zeg maar, als politiek gaan bepalen waarover een referendum zal zijn. Dus je bent er nog steeds niet tegen, het referendum? Het is niet aan ons om daar voor of tegen te zijn. Als daar x-duizend handtekeningen voor zijn, dan zal er een referendum zijn. Ja. En dan moeten we ook hartstochtelijke campagne voeren. En er is niks mis mee als partij om 37% van de kiezers te vertegenwoordigen. Dat hebben we toen gehaald bij het Europese referendum. Nou, zo'n goede uitslag hebben we nooit gehad. Die zwart-witte vraag, hè, die ik net ook al geprobeerd heb bij Fleur. Jij hebt Jan Terlouw net ook genoemd. Hè? Dus als jij nu zegt, wat voor type democraat ben ik? Ben ik Hans van Mierlo-democraat of een Jan Terlouw-democraat? Ja, dan ben ik echt een Jan Terlouw-democraat die van Mierlo heeft leren begrijpen. Ja. Nou, dat kunnen niet veel mensen hierna zeggen. Dus dat, nou. Even iets heel anders. Voorzitter, bestuur van de partij gaat ook over iets wat ons allemaal vreselijk bezighoudt, namelijk de organisatie van de congressen. En ik heb al lang geleden het plezier gehad om dit soort congressen bij te wonen. En het is altijd hetzelfde, namelijk dat er veel te veel moties en amendementen en weet ik wat aan de orde zijn. Mm-hmm. Dat het nooit lukt om het congres op tijd af te ronden. En dat het ook nooit lukt om al die moties en amendementen waar iedereen zoveel hartebloed in heeft zitten, om die afdoende te behandelen. Hoe ga je dat oplossen? Nou, je kunt het een beetje relativeren. Een congres is ook een beetje een soort van... Het is niet alleen bij D66. Nee, het is niet alleen bij ons, maar een congres is ook een beetje een soort van wilde beestenboel. Een hele drukke zaal met waar het flink zweet. En dan moet een programma door de dag geperst worden. Dat is ook een ritueel voor een deel. Ik heb het laatste congres deels mogen voorzitten. En ik had er wel wat moeite mee dat het zo gejaagd was. En dat is toch wel een stuk goede voorbereiding. Maar een goede voorbereiding kun je hebben als je 3 maanden van tevoren kunt beginnen. En dat hebben we pas laatst gehad in 2002, dat is de laatste keer dat we normale verkiezingen hadden. En het is sindsdien altijd onder druk geweest. Maar je kunt wel een aantal dingen doen om te verbeteren. Maar wat zou je liever doen? Minder moties en dan van tevoren al afhandelen? Nee, commissie bij elkaar op één hoop vegen? Het is deels techniek en dan moet je als bestuur goed op toezien dat die techniek goed toegepast wordt. Dus veel overleg met indieners, het bij elkaar voegen van amendementen die bijna op elkaar lijken. Dat je het congres echt een goede keuze voorlegt. Het tweede wat je ook wel kunt doen is toch wat meer voorkoken.
Dat je vraagt dat meer afdelingen het bij elkaar voegen. Dat voor het regencongressen een eerste stempel zetten. Dat platforms bij elkaar komen. Dat de duurzaamheidsmensen met de financiënmensen bijvoorbeeld samen afstemmen. Wat vinden we nou echt belangrijk? Je kunt daar met veel werk vooral veel werk, kun je dat verbeteren. En het laatste waar ik ook erg voor ben, is dat we weer naar congressen gaan over grote thema's. Dus dat we niet alle inhoud op één verkiezingscongres hebben, maar zo'n onderwerp wat Alexandra aanhaalt als hervorming arbeidsmarkt. Nou, dat zou best bij het najaarscongres 2014 kunnen, bijvoorbeeld. Maar dat klinkt al gek, hè? Al eerder lukt niet, want we hebben Europees, we hebben lokaal. Dus de eerste congres waar we ruimte hebben, is het najaarscongres 2014. En dan zo'n congres helemaal daaraan wijden of daar een flink deel van het congres? Ja, het is nu een voorbeeld. Je kunt ook zeggen, misschien zijn er twee thema's die opkomen. Je kunt ook best twee parallel thema's hebben. Dat moet kunnen. Die draaiboeken hebben we gehad als partij. We hebben een heleboel geleerd, wat we afgeleerd hebben. Gewoon weer in de kast gaan zoeken bij Frans van, hoe zat het ook weer met het draaiboek 99? Volkspartij of voorhoedepartij? Uiteindelijk volkspartij, want we willen Nederland grondig hervormen. En we hebben geleerd dat je dat als kleine coalitiepartij niet haalt. Dus ja. je moet het af kunnen dwingen. Af kunnen dwingen, ja. Randstad of regio, hoef ik aan jou niet te vragen, denk ik. De beide. Ik ben een Hollander die in Gelderland woont. Dus ik ken de voordelen en nadelen van beide. Eigenlijk mag dat niet. Maar ja. Ja, het is een valse tegenstelling. Ja, tuurlijk. En dan natuurlijk die hele moeilijke vraag gesteld. Hè. Kan tenslotte. Jij wordt niet gekozen als voorzitter. Wie van de twee dames moet het dan zijn? Ik kies voor Fleur, want ik kies voor iemand die echt in de vereniging staat. Die gewoon de haarvaten van de vereniging kent. Iemand uit de zaal die hier nog iets aan wil toevoegen? Dankjewel. Hoor ik je net zeggen dat je het wil organiseren via regiocongressen. Maar nou, als ik kijk naar die congressen, komen de meeste moties uit themaafdelingen. En themaafdelingen zijn nou juist niet regiogebonden. Hoe ga je dat dan oplossen? De gedachte achter die regiocongressen is dat je een filter hebt. En dan kunnen ook andere organisaties ook die filter hebben. Dat kunnen ook themaafdelingen zijn. Wat daar wel bij hoort is het besef van, het is niet je eigen congres. Het is een congres van 800 mensen in de zaal en 1200 mensen die eromheen lopen. Dus het is ook wel iets van, beheers jezelf in de zin van, het hoeven er geen 80 te zijn. Het kunnen er ook 16 hele goede zijn. En dus waar het om gaat is dat je ook naar elkaar in een afdeling, in een regio, in een themaafdeling, ook daar gewoon een goed debat hebt. En niet zoiets hebt van, ja, het is best aardig, laat het congres maar over een oordeel hebben. We moeten daar wat eerlijker naar elkaar in zijn. En ook een goed debat lokaal is ook een goede leerschool om het toch op dat beetje enge congres met 1200 man te doen. Dat is toch wel spannend voor het eerst als je daar staat. Nog iemand uit de zaal? Net te laat. Gemeente. Hallo, test. Je hoort dingen zoals Streetwise en Volkspartij. Acht jij je verantwoordelijk om het belang van Europa kenbaar te maken in deze brede doelgroep? En wil je daarvoor gaan? Nou, ik denk dat onze partijleider dat op een weergaloze wijze doet. En onze eurofractie ook. Dus met die talenten heb je als partijvoorzitter alleen maar een steunende rol. En een verbindende rol. En inderdaad ook met name in het Europese zorgen dat we ook andere partijen in Europa met ons hebben. Als er op dit moment geen vragen meer zijn, stel je voor dat we even afdalen en een kopje koffie drinken. Dan gaan we na de pauze verder met Alexandra. Omdat het een keuze is die eigenlijk geen keuze is. Wat was het voor jou niet dus? Nee, het was echt in volle overtuiging en ik ben ook altijd vanwege lid gebleven. Die bestuurlijke... Nou, vanwege onze idealen die ook al toen waren over democratie, over mensenrechten, over zeker niet in de laatste plaats duurzaamheid. Toen heette het nog eigenlijk gewoon milieu. Het waren thema's die ik heel erg belangrijk vond en die ik nog steeds heel belangrijk vind. Ja. In dat kader, hoe zie je de relatie tussen D66 en andere partijen? Met wie zouden wij in een coalitie passen?
naar jouw idee? Iedereen? Of, Nou, wij zijn een partij die houdt van pragmatiek. En ik denk dat in eerste instantie altijd verkiezingsuitslagen relevant zijn om te bepalen met wie je dan samen kunt überhaupt. Maar natuurlijk zijn wij een partij die kiest voor het midden. En wat mij betreft is dat ook heel erg belangrijk. Dus we moeten ervoor zorgen dat we ook partijen bij ons zoeken. Of het nou is in de coalitie landelijk of op provinciaal niveau of op lokaal niveau. Die echt aansluiten bij dat wat wij graag willen bereiken. En ik denk dat het dus belangrijker is om te kijken met wie kunnen we onze idealen het best realiseren. Dan vooraf te zeggen we gaan met die of we gaan met die. En dan is de vraag misschien meer andersom. Hè? Met wie per se niet. Ja, en dat vind ik ook een vraag die moeilijk te beantwoorden is. Kijk, het ligt niet voor de hand op landelijk niveau om te denken dat wij een coalitie met de PVV zouden voorstaan. Maar ik vind dat het goed en belangrijk is, zeker ook in het oog en het licht op die verkiezingen die er weer aankomen, op gemeentelijk niveau, dat we eerst heel goed kijken naar het maken van een goed programma voor onszelf, op al die verschillende plekken in Nederland. Maar vooral ook dat we gaan zorgen dan na afloop van de verkiezingen met de uitslag in de hand, met wie kunnen we nou het beste dat realiseren wat we in dat programma hebben zitten. En daar moeten we per gemeente goed naar kijken. En dan sluit je eigenlijk niemand uit wat dat betreft. Ik vind het niet verstandig om dat vooraf te doen, inderdaad. Hoe heb je tot nu toe geopereerd binnen D66? Je bent nu wethouder geworden. Je hebt andere dingen gedaan. Ja, in de jaren 90 woonde ik in Rotterdam en toen ben ik lid geweest van het afdelingsbestuur. Ik was penningmeester, mocht op de centen letten. Maar ik heb ook in een commissie gezeten die ging over Oost-Europese samenwerking. Ik denk heel erg mooi aansluitend op dat moment. Hè. In die periode was dat natuurlijk een onderwerp wat heel erg belangrijk was. Ik heb meegeholpen met stemadviescommissies. Ik heb gekeken naar bestuurlijke vernieuwingsthema's. Verschillende onderwerpen in de partij waren toen aan de orde. En ik deed daar ook actief aan mee in verschillende partijcommissies. Maar goed, mijn meest intensieve periode is natuurlijk vandaag. Ik ben wethouder in Rotterdam voor duurzaamheid. De herontwikkeling van de binnenstad en wat bij ons buitenruimte heet. En in sommige gemeenten openbare werken. Allebei drie stevige onderwerpen, want er is veel aan de hand op het gebied van duurzaamheid natuurlijk. Een heel belangrijk onderwerp waar we net al over spraken, over de groei van de economie gecombineerd met het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Het gaat ook over die herontwikkeling van de binnenstad in Rotterdam, een belangrijk thema. Een belangrijk economische drijfveer, maar natuurlijk gaat het dan ook over levendigheid en cultuur en gezelligheid. En dan die buitenruimte die eigenlijk voor burgers in een stad zo ontzettend belangrijk is. Want dat is gaat wat je over merkt van de gemeente. Ja. Ja, want dat gaat over groen en dat gaat over schone straten en over afval. En dat gaat over hoe we ons watermanagement op orde hebben. Dus het zijn wel thema's waar ik heel hard en met veel passie aan werk voor de partij. Is met dat werk als wethouder, is het voorzitterschap van D66 daarmee te combineren? Ja, we hebben natuurlijk het voorbeeld van Ingrid van de afgelopen 6 jaar. En daar kun je aan refereren? Nou ja, dat in ieder geval. Maar we hebben ook een goede traditie van voorzitters die het wethouderschap en het voorzitterschap combineerden. Overigens ook burgemeesters of mensen die eerst wethouder en toen burgemeester waren. Denk aan Alexander Pechtold. Maar ik kan dat zeker goed combineren. Ik ben in Rotterdam wethouder voor 4 dagen in de week. En dat betekent dus dat ik ook de mogelijkheid heb om een dag in de week sowieso mijn eigen agenda in te vullen en dat te doen. Maar natuurlijk ook 's avonds en in het weekend. En ik denk dat het ook een hele goede combinatie kan zijn. Want die combinatie van met de voeten, met de poten in de modder van die Rotterdamse politiek. Wat niet eenvoudig is. Het is geen makkelijke stad om te besturen. En zeker niet in deze tijd waar het natuurlijk gaat over veel bezuinigen. Veel dingen die moeten worden veranderd. Gecombineerd met zo'n partijvoorzitterschap zie ik als een hele mooie aanvulling. En logistieke problemen zul jij ook niet zozeer hebben, denk ik. Hè? Ja, het fantastische is dat we tegenwoordig een metrolijn hebben tussen Den Haag en Rotterdam. En die metrolijn heeft een halte stadhuis en een halte centraal station. Dus ik ben er echt zo. Ja, dus dat is niet het probleem. Voor de komende 3 jaar voorzitterschap, wat is je eerste prioriteit? Ja, het eerste onderwerp is het onderwerp waar we het denk ik al over gesproken hebben voor de pauze. Dat gaat over dat verbreden van de partij meer streetwise maken. Een onderwerp wat mij aan het hart ligt, omdat ik het zo belangrijk vind dat onze idealen moeten worden omgezet in concrete resultaten. En dat zoveel mensen veel meer kunnen zorgen, of dat wij voor zoveel meer mensen kunnen zorgen dat wat zij belangrijk vinden ook gerealiseerd wordt. Maar er zijn nog wel 2 andere
dingen die ik maar op de agenda wil zetten. Maar bedoel je met dat streetwise dan dat je de mensen die die rollen spelen in de samenleving, hè, in het besturen van ouderverenigingen, et cetera, dat je die naar D66 wilt trekken of dat je de leden die wij al hebben wilt duwen, wilt stimuleren om die rollen te gaan spelen? Dat is een beetje twee kanten op, hè, natuurlijk. Want er zijn D66 al lid van allerlei soorten van besturen, raden van toezicht, of nou in de corporaties, in een schoolbestuur. Op allerlei plekken in de samenleving vind je ons terug. Maar vaak vergeten we het om elkaars kennis te delen en te zorgen dat die wordt gebruikt als input voor onze programma's of om standpunten te doen. Een voorbeeld kan ik noemen. Ik ben zelf lid van de raad van toezicht van een groot ziekenhuis in Eindhoven, het Catharina Ziekenhuis. Maar eigenlijk praat ik nooit met partijgenoten of bijna nooit over, hey, hoe kunnen we nou die zorgthema's wat beter integreren in het programma? En hoe werkt dat nou in de concrete praktijk van zo'n ziekenhuis uit? Dus dat zijn dingen die we moeten doen. Maar andersom geldt het natuurlijk ook. We kunnen heel goed ervoor zorgen dat er meer D66'ers op dit soort cruciale functies in de maatschappij zijn. Of het dan gaat inderdaad over een woningbouwcorporatie, een school, een ziekenhuis of het bestuur van de culturele instellingen. Op allerlei plekken kunnen wij meer zorgen dat we er zijn. Ja. Maar goed, het gaat niet alleen daarover. Het gaat ook gewoon over dat we in buurthuizen zijn. Dat we op straat dingen laten doen. Dat Doen 66 meer vrijwilligerswerk gaat doen. Omdat we op die manier wat mij betreft gewoon veel zichtbaarder worden voor heel veel meer mensen in Nederland. En de ledenwerving? Is dat een prioriteit? Of willen we gewoon een voorhoede zijn en is het wel mooi zo met die 24.000? Nou ja, een van de kernkenmerken van onze partij is wel dat we altijd een innovatieve agenda hebben. Dat we altijd zorgen dat we eerder dan anderen er zijn om thema's te agenderen. Of dat dan gaat over het verhogen van de AOW-leeftijd, of het dan gaat over de hervorming van de arbeidsmarkt of over de woningmarkt. Wij zijn er altijd als eerste bij. En dat moeten we wat mij betreft vooral bewaren. Dat is een heel erg belangrijk thema. Maar het is wat mij betreft ook wel heel erg belangrijk dat er meer mensen op ons gaan stemmen en dat we ook meer leden krijgen. Dus we moeten ook ervoor zorgen dat we die partij verbreden. En die twee onderwerpen horen bij ons. Een voorhoedepartij, absoluut. Een partij die er aan het begin staat, maar tegelijkertijd ook een brede partij. En een van de dingen waarop ik denk dat we dat ook beter kunnen proberen te realiseren in de komende tijd, is door ons wat meer te presenteren als een partij die ook van de moderne technologie en de moderne netwerken gebruik maakt. Er zijn hele generaties die nu opgroeien in een digitale samenleving, die discussiëren via het web, die hun mening vormen via het web. En het is denk ik ook aan ons als partij die aan die voorhoede hoort, aan de voorhoede staat, om ook te zorgen dat we als digitale partij veel breder worden, veel meer met mensen discussiëren, met onze leden, maar wat mij betreft ook met mensen die nog niet lid van ons zijn, maar wel graag willen meedenken en willen meedoen en expertise willen inleveren. Heb je de indruk dat D66 op dat gebied achterloopt of juist voorop? Of? Nee, ik denk dat we daar al heel erg goed bezig zijn, maar dat we nog veel meer kunnen doen. En dat dat ook voor ons een voordeel kan zijn ten opzichte van andere partijen die vaak kiezen voor meer traditionele manieren van bij elkaar komen. Dat laatste moeten wij wat mij betreft ook helemaal niet vergeten. Het is nog altijd goed om elkaar te treffen in bijeenkomsten zoals vanavond. Om elkaar live te zien, om elkaar te kunnen voelen en proeven en te discussiëren. Maar het is ook goed om die nieuwe instrumenten in te zetten en te zorgen dat we inderdaad ook een partij zijn die voorop loopt in het onderwerp digitalisering. Je hebt het al bij de andere twee horen langskomen. Er zijn een paar van die zwart-wit vragen die we toch ook alweer om wat duidelijkheid te krijgen over wie is die Alexandra nou eigenlijk, die we toch hier willen stellen. Hans van Mierlo of Jan Terlouw? Als ik echt moet kiezen, Hans van Mierlo, maar ik ben ook een grote fan van Jan Terlouw. En zeker ook vanwege zijn thema's op het gebied van duurzaamheid. Nou, vooruit maar. Ja. Zijn we centrum links of zijn we centrum rechts? We zijn een partij. We hebben als partij heel nadrukkelijk in de afgelopen periode gekozen voor een plek in het midden. En daar vind ik dat we ook thuis horen. En het is wat mij belangrijk dat we die rol ook blijven vasthouden. Omdat we op die manier ook in het Nederlands politieke spectrum iets extra's hebben te brengen. En wat mij betreft hoort daar ook bij dat we die rol kunnen vervullen van een partij die veel breder is en veel meer kiezers aan zich gaat binden. En dat, is dat niet een beetje het oude CDA? Nee, want ik vind dat bij het CDA weet je nooit of ze uiteindelijk naar links of naar rechts zullen gaan. En wat ik belangrijk vind is dat wij een partij zijn die heel erg kiest voor een positie die trouw blijft aan onze eigen idealen. En ik vind dat die
centraal moeten blijven staan. En dat het niet de ene keer kan zijn dat we helemaal naar links zwaaien en de andere keer helemaal naar rechts, afhankelijk van wat we denken dat op dat moment goed is. En je merkt dat dat ook niet voor het CDA een goede positie is. Uiteindelijk niet, hè? Nee. Nee. En dan die hele lastige vraag, hè? Fleur of Michiel? Stel dat, je weet het maar nooit, dat jij niet wordt gekozen tot voorzitter. Wie van de twee? Nou, we hebben twee uitstekende kandidaten, zitten hier ook vooraan in de zaal. En we hebben ze ook net gehoord en ik gun het ze allebei heel erg. Ja, dat is geen ja of nee, zwart of wit vragen. Antwoord. Nou, vooruit maar. Wie wil er nog iets vragen aan Alexandra? Nou, ik heb het al aangegeven. Ik heb het geprobeerd. Ik kom er niet meer weg. Nee, ik vind het allebei geweldige kandidaten. Ik had een grote voorkeur ook voor Marty Smits, die helaas geen kandidaat meer is. Dus als ik toch een naam moet noemen, dan Marty. Ja. We gaan over naar het slotdebat. En dan wil ik jullie beiden uitnodigen om ook naar voren te komen. En dat wil ik eigenlijk beginnen met nog eens gelegenheid te geven aan de zaal om gewoon aan iedereen die nog iets te vragen heeft aan een van de drie kandidaten, om die vraag te stellen. En daar hoort een microfoon bij, want anders dan gaan de duizenden kijkers in het land, die missen het. Ik hoorde net een interessant punt bij Alexandra, digitalisering van meer de social media inzetten. Annelou, dat is het geloof ik, hè, die heeft met een mooi team tijdens de verkiezingen op het Twitteradres van D66 een mooie campagne gevoerd. Waar ik in ieder geval als social media freak heel erg merkte dat D66 aanwezig was op dat internet. En na die campagne viel het helemaal weg en dat vond ik doodzonde. Als je het hebt over dat streetwise zijn, dan moet je ook digitaal streetwise zijn volgens mij. En moet je ook aanwezig blijven. Delen jullie dat punt en zou je daar als voorzitter in willen investeren? Nou, ik deel dat zeker, want digitaal gaat niet alleen wat mij betreft over de campagne. Dat is een fantastisch moment om het te gebruiken. En we kunnen natuurlijk ontzettend veel leren van hoe dat in andere landen, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, gebeurt. En we zijn daar natuurlijk geweldig goed mee aan de slag geweest in de laatste verkiezingen. Maar dat digitalisering of met elkaar op het web discussiëren kan ook op allerlei andere manieren vorm en inhoud krijgen. Zo kan ik me heel goed voorstellen dat bijvoorbeeld als het gaat over dat thema van die decentralisatie van de jeugdzorg, een onderwerp wat er sterk aan zit te komen voor alle gemeenten, en dat is spannend voor heel veel gemeenten over hoe gaan we dat nou precies door, hoe gaan we dat doen, dat we daar ook over zo'n thema met elkaar via het web discussiëren. De volksvertegenwoordigers die daarmee te maken hebben in de Tweede Kamer, maar ook op het lokale niveau. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat we die digitale media gebruiken om inderdaad mensen die nog niet lid zijn van D66, maar wel graag hun stem willen laten horen, om die daarvoor gelegenheid te geven. Dus er kan veel meer wat mij betreft met dat onderwerp, maar altijd weer naast ook elkaar blijven ontmoeten in face-to-face meetings en elkaar te blijven zien, omdat het ook belangrijk is om af en toe een biertje te drinken en elkaar eventjes live te spreken. Fleur? Nou ja, ik zat in dat team. Want als het campagnetijd is, gaat bij mij nou eenmaal gaat wat kriebelen en dat moet ik wat doen. Dus ik belde op een gegeven moment Annelou op en zei, kan ik ergens helpen? En ze zei, ja, dat kan. Kom meehelpen. Twee dingen. Volgens mij, en dan kijk ik Annelou aan, wordt er op dit moment gewerkt aan een veel permanentere vorm van webcare binnen het landelijk bureau. Dus het punt dat we niet alleen maar in campagnetijd aan webcare moeten doen, maar ook daarbuiten, wordt volgens mij gedeeld en wordt volgens mij ook al vanuit het bestuur aan gewerkt. Maar het is wel even heel goed om één ding te realiseren. Ik ben in 2009 als Europees campagneleider begonnen met online campagne voeren in de partij. En we kunnen daar heel veel dingen in doen. Maar ik heb ook de laatste evaluatiecommissie gedaan van de laatste Tweede Kamerverkiezingen. En we hebben één fout gemaakt in onze enquête. We zijn namelijk op een aantal plekken vergeten de toepassing niet van toepassing aan te geven. Dat mensen konden aangeven, ik heb het niet gezien of ik ben er niet bewust van geweest. Er is maar één onderwerp geweest waar dat tot massale reacties heeft geleid. En dat was het blokje online campagnevoeren. Waaruit in mijn ogen blijkt dat hoewel online campagnevoeren heel erg belangrijk is, lang niet iedereen daarmee bereikt wordt. Dus uiteindelijk is het wel een en-en verhaal. En zul je altijd die combinatie moeten blijven zoeken.
Ja, ik hou wel van de charme van, het gesprek. Een van de dingen die we heel goed hebben geleerd de laatste jaren als partij is het canvassen. En in Nijmegen heb ik met een aantal mensen, de laatste keer 80 man, hebben we voor de zoveelste keer dezelfde buurt gedaan. En dan krijg je een gevoel van hoe die kiezers ze ontwikkelen. He, dat de ene keer ze twijfelen tussen VVD en PvdA, dan weer heel boos op het CDA zijn en niks meer daarvan willen weten, maar dan wel kijken van wat kun je mij bieden. En die gesprekken die leveren ongelooflijk veel op. Dus naast het digitale moet je denk ik ook investeren in die hele persoonlijke campagne. Dat ik het kan wassen, deur aan deur in Hazekamp, deur aan deur in de professorenbuurt, in de Indische buurt. En ook in de stad Nijmegen, maar ook in Leiden heel goed werkt, is toch op die markt staan. Dat je betrokken bent bij de stad, dat elke maand bijna weer. In steden als in Nijmegen, ook in Leiden, we zijn teruggekomen omdat we die zichtbare betrokkenheid hebben. Dus we moeten daar een combinatie van hebben. Wat ook wel belangrijk is dat je terugkoppelt. Ik stuurde Kees Verhoeven, campagneleider, elke maandagavond een beeld van, nou, vandaag kan was het, dit is het beeld. Hij was heel dankbaar, maar het was de enige die kreeg. Dus we moeten ook leren om al die signalen weer terug te koppelen naar de campagne, misschien ook naar de Kamerfractie, van hé, dat geeft toch signalen waar we iets mee kunnen. Dus beide kanten op werken. Nee, maar natuurlijk ook wel, en ook niet alleen tijdens de campagne, want dat is denk ik ook wel een heel erg kernthema. Niet alleen op die momenten moeten we met elkaar op straat zijn. We moeten dat veel vaker doen. Veel meer vrijwilligerswerk doen. Een belangrijk onderwerp wat mij betreft. Ja, maar dat is wel veel werk. Dat is een werkwoord. Dat betekent dat je ook het voorbeeld moet geven. Dus dat in Gelderland doen we permanente campagne. Elke twee woensdagen gaan we als statenfractie op stap ergens. En dan doen we ook een campagneactie. Maar dat vergt wel heel veel energie van iedereen. En dat moet je ook wel kunnen geven als leidinggevende. Ja. Oh ja. Ik heb een vraag. Alexandra heeft even genoemd dat ze verantwoordelijk is voor de kwaliteitsverbetering van de leefomgeving. Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in Rotterdam. Nu triggerde dat iets bij mij, omdat de discussie rondom de ouderenzorg in dit land en ook in onze partij zich helemaal toespitst over bezuinigen. En we zijn vooral tegen te veel te bezuinigen op die ouderenzorg. Zou het niet veel beter zijn om als voorzitter van deze partij te pleiten voor kwaliteitsverbetering van de ouderenzorg en als daarmee te onderscheiden van de oudere partij. Ja. Nou, het interessante is dat de discussie wordt vaak naar het kosten begonnen. En we hadden in de auto, ik zat met een jonge democraat in de auto hierheen en we moeten niet alleen maar van het kosten kijken, maar ook van wat betekent de laatste jaren van het leven. We hebben soms een neiging om heel erg politiek en beleidstaal te vertalen en er komt geen liefde voor soms in een programma. En de dood komt ook maar alleen beleidsmatig voor. Dus laten we ook soms weer de discussie voeren over wat is het leven waard? Wat is het einde van het leven? Hoe geef je daar waarde aan? En daar kan ook een discussie over kosten van zorg zijn. Maar we zijn niet opgericht als partij omdat we ernstig bezorgd zijn om de kosten van de zorg, maar meer op de kwaliteit van het leven. Dus ja, laten we dat integraal bekijken, niet te ambtelijk. En ik vind ook wel dat we die kwaliteitsdiscussie heel goed moeten voeren op het niveau waarop het nu ligt. En dat is natuurlijk op het lokale niveau. Daar gaat het ook heel sterk over de vragen, hoe richten we dat dan precies in? En vaak proberen we daar vanuit de gemeente heel erg een soort van gemeentelijke en ambtelijke discussie te maken. Maar dat kan natuurlijk niet. Het moet een discussie zijn met de instellingen samen, met de ouderen in de stad, over wat is nou het niveau van hulp en zorg wat nodig is. Wat kunnen we nog financieren en wat gaan we met elkaar organiseren. Ik ben zelf ook toezichthouder bij een ouderenzorginstelling in Den Bosch. En ik merk dat voor zo'n instelling ook een heel belangrijk vraagstuk is. En dat daar de guidelines vanuit de politiek helemaal niet altijd genoeg helpen. Sterker nog, vaak heel erg complicerend werken. Omdat ze de ene keer de ene kant op gaan en de andere keer de andere kant op. Ja, twee opmerkingen. De eerste opmerking is dat dat we denk ik voor moeten waken dat we het alleen maar hebben over instituties en overheid en markt. Michiel refereerde daar ook al eerder aan. We hebben ook iets te maken wat gaat over de kracht van vertrouwen op de eigen kracht van mensen. En zorgen dat als het gaat om zorgvragen, dat ook artsen en patiënten samen die discussie goed kunnen voeren. En dat we dat op een goede manier organiseren. Dat is het. Tweede wat ik daarover wil zeggen is dat uiteindelijk als partijvoorzitter het vooral de taak is om te zorgen dat we de partij zo organiseren dat dit soort discussies gevoerd kunnen worden. Dat we met elkaar over ook controversiële onderwerpen en controversiële ideeën van gedachten kunnen wisselen. En kunnen kijken hoe ver kunnen we daar dan in gaan. En wat vinden we daar dan waardevol en wat niet. Daarin is die mening van die partijvoorzitter denk ik minder relevant. Want daarin is de mening van die leden vele malen belangrijker. Ja, maar wat wel. Ja, kijk, dus de keuze van de mensen die een stuk gaat schrijven kan natuurlijk wel bepalend zijn voor de uitkomst. Als je geen ethicus daarin hebt, dan heb je minder kans dat je ethische vraagstukken over de zorg zult hebben. Dus je moet wel zorgen dat je een balans hebt, dat je goed gehoord hebt wat er in de partij leeft en ook die balans tot de uiting brengt in de mensen die het voorbereiden.
En dat doet een bestuur. Met een en niet alleen stukken schrijven, maar het gewoon ook in de praktijk laten zien. Dat vind ik wel erg kernachtig ook van wat wij moeten bereiken als partij. We moeten echt zorgen dat we op straat en voor mensen iets laten zien over wat voor ze betekenen. En niet alleen mooie documenten maken. Ja, maar een stuk helpt ook om met elkaar het verhaal te delen. Dan weet je welk verhaal je moet vertellen. Nog een vraag? Twee achter elkaar. Ja. Jur Botter, Heemstede. Ik heb een vraag eigenlijk ook aan jullie alle drie. Ik heb namelijk verschillende keer gehoord dat jullie erg voor zijn om die kennisborging vanuit de partij naar boven te krijgen. Of in ieder geval die kennisfunctie te versterken. Nou ben ik ook al een tijdje lid van de partij en ik heb al heel wat keren allerlei gegevens ingevuld en ben dan in een database gestopt. Alleen, het kan liggen aan de kennis die ik dan heb van dat ik nooit gebeld word of benaderd word. Maar ik heb zelf wel de vraag van hoe jullie nou denken om daar effectief mee om te gaan. Hoe ga je nou echt zorgen dat die kennis die in de partij zit, en dat is echt heel groot, tot grotere hoogte komt binnen de partij, dat we dat echt beter kunnen gebruiken? Want daar zijn al heel wat pogingen voor gestart. Nou, dan kijk ik Frans even aan, want ik weet dat er op het Landelijk Bureau op dit moment gewerkt wordt aan een nieuw CRM-systeem, wat hopelijk een deel van deze, zeg maar, het inzichtelijk maken van die kennis op kan lossen. Vertrouw ik op in deze. Daarnaast is het heel erg belangrijk dat je gewoon ontmoetingen creëert. Ik weet dat wij in de aanloop naar het vorige gemeenteraadsverkiezingen een Thorbecke-beraad hadden. Ik had het daar ook al eerder over. Een beraad waarbij we in dit geval de lijsttrekkers van de grootste afdelingen bij elkaar zetten en zeiden van wat zijn nou de thema's die waar jullie de komende tijd belang aan hechten. En zorg nou eens met elkaar dat je daar antwoorden op gaat bedenken. Ik kan me goed voorstellen dat er meer van dat soort dwarsverbanden mogelijk zijn. Laat eenmansfracties eens bij elkaar zitten en kijken hoe je daarmee omgaat. Maar ook zorg voor voldoende trainingen. Zorg ervoor dat op het moment dat je fractievoorzitter wordt in een kleine of een grote fractie, dat je dan aan kan kloppen ergens en kan zeggen van hoe doe ik dat eigenlijk? Dat er coaches voor beschikbaar zijn. Dat is heel veel organisatiewerk, maar daar kunnen we volgens mij nog steeds hele belangrijke slagen maken. En als laatste, dat is gewoon een concreet voorbeeld van hoe ik dat in het verleden ook heb aangepakt. Ik heb in 2008 was ik campagneleider voor de Europese verkiezingen. Was met een groep D66'ers naar Obama-verkiezing geweest in Amerika. En had daar een heleboel online toepassingen gezien. En bedacht bij mezelf, als wij onderscheidend willen zijn in de Europese verkiezingen en iets nieuws willen, zullen we daar iets mee moeten doen. Maar ik had de achtergrond niet. Ik wist niet hoe dat moest. Ik ben toen letterlijk op LinkedIn gegaan en heb D66 en online marketing of online campagnevoeren ingevoerd. En ik heb de eerste 50 mensen uitgenodigd. Om eens een keertje in een zaaltje mij te komen uitleggen over wat hun kennis nou is. En hoe zij mij kunnen helpen om die doelstelling die wij met elkaar hadden geformuleerd bij de Europese verkiezingen ook te realiseren. En dat zijn hele kleine voorbeelden, maar dat soort bij outreaching bijna op zoek gaan naar die kennis is wel heel erg belangrijk om die kennis goed te verzamelen. En daar kunnen we volgens mij veel meer mee doen dan we dan op dit moment doen. Ja, het goede nieuws is natuurlijk dat we al onze themaafdelingen hebben en dat helpt volgens mij al heel erg om te structureren. Wat wel belangrijk is, is dat die themaafdelingen dat die goed worden betrokken bij het formuleren van standpunten en ook bij het maken van onze verkiezingsprogramma's. En daar zijn ze niet altijd even happy en tevreden over. En misschien hebben ze zelf ook nog een job te doen om zichzelf beter te organiseren. En daar kan het landelijk bestuur denk ik ook een rol in spelen. Maar dat is denk ik een belangrijk punt. Het tweede gaat wat mij betreft over die digitale discussies. Die nu vaak, voor zover we digitaal met elkaar discussiëren, discussies zijn over een heleboel onderwerpen tegelijk via een mail die we sturen aan bestuurders onderling. Maar wat mij betreft moeten we dat ook meer focussen op kernachtige thema's waarvan onze volksvertegenwoordigers zeggen, daar hebben we behoefte aan om daar input op te krijgen. Of het nou gaat over de leden van de Tweede Kamer, of dat het gaat over mensen die op gemeenteraadsniveau met een onderwerp zitten te worstelen. En daar kunnen we denk ik met dat digitale systeem harder aan werken. Waarom ik het ook wel belangrijk vind om daar veel aandacht aan te besteden, is omdat we weten dat een heel groot deel, de overgrote meerderheid van onze leden, zijn in de laatste 2,5 jaar lid geworden. En als we niet zorgen dat die mensen, want dat is wat ze ook aangeven, in de komende tijd ook sterk betrokken blijven bij de partij, inhoudelijk gezien, maar ook om allerlei werk voor ons te doen, om samen met ons vrijwilligerswerk te doen, om samen zichtbaar te zijn op straat, dan verliezen we misschien weer heel veel van die leden die zo ontzettend belangrijk zijn voor onze partij en die we ook graag willen behouden. Zij willen graag hun kennis en hun kunde inbrengen. En wij moeten ervoor zorgen dat de middelen daarvoor ook zo optimaal mogelijk worden georganiseerd.
Ja. Nog even een aanvulling. Een van de leuke dingen van een kandidaatstelling voor de voorzitterschap, dat je heel veel mensen spreekt. En een van die ervaringen was dat ik in gesprek kwam met Tim, fractievoorzitter in Groningen, Tim Zwertbroek. En die zeiden van, wij organiseren oploopjes waarbij we dus de raadsleden uitnodigen om te nadenken over de verkiezingsprogramma's in elke gemeente. En die gaan paragrafen ruilen. Als ik van jou de WMO mag, mag ik van jou de AVBZ. En dat gaan we nu in Gelderland ook doen. Gewoon geïnspireerd door het Groningse model. Ja, dus gewoon uitproberen. Ik vind de BV-mail overigens wel een aardig medium, omdat je toch deze week even OZB, even een brandje op. Nou, het wordt weer goed geblust, dank u wel. En ook ja, een discussie over zwembaden privatiseren. Dat soort onderwerpen die heel erg dichtbij gewoon de politieke praktijk gaan. Dat vind ik heel goed lopen op BV-mail. Vroeger was het een onbeheersbare boel, maar het laatste jaar werkt het aardig. Maar dat is niet onze leden. Ja, ik zit in bestuur ervan, met Jur. Ja, met Jur. En ja, we zijn nieuwtjes daarin. Het is wel een beetje zoeken inderdaad. Van dat je wilt eigenlijk zoveel mogelijk dingen organiseren die laagdrempelig zijn. Dat je met elkaar in gesprek gaat. En soms wordt het wat vaak zeg maar, gevuld met sprekers. Ik denk van ja, we willen ook gewoon met elkaar kennis delen. Ik denk dat jullie dat moeten oppakken. Dat we wat meer zeg maar, van onderop laten organiseren. Uiteindelijk zijn al die bestuurders ook volwassen mensen. Ten eerste chapeau voor jullie aanwezigheid en jullie energie die jullie in de campagne steken. Ongelooflijk af en toe. Ik heb een vraag. Bij het laatste G4-beraad werd de suggestie geopperd om bij de volgende campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen te kiezen voor een aantal kernthema's en ook in relatie tot coalitieonderhandelingen daarin voorop te lopen om bijvoorbeeld wonen of financiën of zorg uit te kiezen en ook daar sterke mensen in te presenteren en er gezamenlijk in op te trekken. Vinden jullie dat ten eerste een goed idee? En ten tweede, hoe zou jullie dat vanuit de vereniging als voorzitter willen faciliteren? Nou, het is natuurlijk, ik ben zelf onderdeel van zo'n G4-gemeente natuurlijk. Maar ik denk dat het in eerste instantie vooral is ook aan degenen die met elkaar zitten om te bepalen of ze dat willen. En als die steden met elkaar dat graag willen doen, dan moeten ze dat volgens mij vooral doen. En daar waar nog ondersteuning vanuit het landelijk bestuur nodig is, dan is dat natuurlijk iets wat je kunt bieden. Maar ik hecht er vooral aan dat als mensen met elkaar samen iets willen doen, op welke plek dat dan ook is in Nederland, dat we daar vooral ook de ruimte voor bieden en ook aangeven dat we dat relevant en goed vinden. En ik denk dat het krachtig is als gemeenten die op elkaar lijken, in dit geval dan de G4-steden, met elkaar een agenda definiëren en met elkaar zich daar ook op profileren. Maar het kan heel goed zijn dat er ook onderwerpen zijn waarop ze wel een verschillend programma willen hebben. Net zo goed als ik me heel goed kan voorstellen dat andere gemeenten in Nederland ook een heel ander profiel kiezen in hun verkiezingen, of een aanvullend profiel kiezen in hun verkiezingen voor de komende gemeenteraad. Want het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat je dat kunt kiezen wat ook voor zorgt dat je zo groot mogelijk wordt in je eigen gemeente. Ja. Nou, je moet wel verstandiger zijn. Ik ben ooit bij de afdeling Velzen geweest. Die had het milieuprogramma van D66 zo letterlijk genomen dat de hoogovens dicht moest. Dat is niet verstandig. Je moet wel eens variëren naar lokale omstandigheden. Wat in Bilthoven kan, kan niet in Delfzijl. En vice versa. Het belangrijkste is dat je het gesprek organiseert met elkaar. We hebben een hele leuke avond gehad in Staverden, in Ermelo, met alle 10 voorzitters van de fracties van de grootste gemeenten in Gelderland. En ja, gewoon met elkaar. Van wat vind jij belangrijk? Wat doe je in Apeldoorn? Wat doe je in Arnhem? Organiseer dat soort momenten met elkaar. En ik ben heel erg ook voor het regionaal niveau. Want dan heb je ook toch wel één provincie, één provinciaal beleid, gemeenschappelijke lijnen. Probeer zoveel mogelijk te organiseren, maar dat niet opleggen. Maar wel degene die zegt van ik ga heel iets anders doen. Het is wel goed als hij het kan uitleggen. En niet van ons, want als hij het aan ons niet kan uitleggen, dan kan hij het ook aan anderen niet. Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk heel veel dwarsverbanden te bedenken in de partijen. Ik noemde net ook al eenmansfracties bijvoorbeeld, maar ik kan me ook goed voorstellen dat het gaat om studentensteden. Die gaan straks allemaal in hun gemeenteprogramma een paragraaf schrijven over studentenhuisvesting. Verwacht ik zo. De HBO-steden mogen het ook doen hoor. Dat die gaan samenwerken. En waar dat niet gebeurt en welke toegevoegde waarde is als partij, moet je denk ik als landelijk bestuur dat af en toe even aanjagen. Dat enthousiasmeren. En daar waar dat wel gebeurt, bijvoorbeeld bij het G4-overleg, moet je dat vooral koesteren volgens mij als partij. Het is een illusie om te denken dat je als landelijk voorzitter alles kunt organiseren. En alles kunt regelen. Dat gaat je niet lukken. Als ik u deze belofte zou doen, dan zou u over een half jaar al uitgekeken zijn op mij. Maar wat wel de kracht is van een voorzitter, is dat hij als hij dat op een goede manier doet, de energie die in de partij zit, en die ik ook op dit moment weer in deze campagne overal proef, en die ik ook geproefd heb op het moment dat ik dat rondje evaluatie deed, en ook een aantal rondes die ik eerder in de partij heb gemaakt. Als we die energie goed weten aan te boren, kunnen we met elkaar wel veel meer realiseren dan we nu doen. En volgens mij is dat, dus die enthousiasmerende rol, zorgen dat ideeën die leven ook daadwerkelijk tot stand komen.
Maar helder zijn over die stip en dat doel waar je met z'n allen heen gaat. Als je dat goed voor elkaar krijgt, dan kan er veel meer. En dan geloof ik heel erg, uiteindelijk toch ook gewoon in de kracht van onze eigen leden. D66 is natuurlijk een partij van allemaal hele verstandige mensen. Maar stel nou dat er gedoe ontstaat binnen de partij. En ik denk even aan het debakel bij GroenLinks. De rol van de partijvoorzitter daar was natuurlijk ook niet al te slim, zeg maar. Hoe denken de kandidaten dat te voorkomen? Of glad te strijken? Dat komt gewoon niet. Maar stel nou dat. Ja, een van de manieren is wel gewoon zorgen voor krachtige bestuurders. Dus investeer als het gaat om talenten en aan trainingen niet alleen maar in volksvertegenwoordigers, maar investeer ook in bestuurders. Zorg dat die ook gewoon de capaciteit en de competenties hebben om hun rol als afdelingsbestuur of regiobestuur ook in te vullen. En daarnaast is het vooral goed om in overleg te blijven. In gesprek te blijven. Zorgen dat je weet waar de spanningen zijn of niet. Ik weet dat er provincies zijn en regiobesturen die kaarten hebben gemaakt voor zichzelf. Van groene afdelingen, oranje afdelingen en rode afdelingen. Groene afdelingen die goed georganiseerd zijn en waar ze het prima zelf redden. Oranje afdelingen waar je met wat steun en wat hulp soms net even die problemen kunt verhelpen. En rode afdelingen waar je misschien wat steviger een discussie moet voeren. Een regiobestuur is denk ik een heel goed niveau om die signaleringsfunctie te hebben. En om op het juiste moment het landelijk bestuur naar binnen te halen. Maar uiteindelijk valt of staat het allemaal met, ben je in contact met elkaar? En in dat contact, zorg dat je verwachtingen goed hebt uitgesproken. Zorg dat helder is wat ieders rol in een afdeling is. Waar liggen de taken van een afdelingsbestuur en waar liggen bijvoorbeeld ook de taken van een fractie? En hoe organiseer je dat met elkaar? Het uitspreken van verwachtingen is mijn ervaring, is al de helft van de oplossing. Ik denk dat het begint dat je goed weet wat de motieven van ieder zijn. Een van de dingen die voor mij belangrijk zouden zijn is om in maart alle Kamerleden individueel gesproken te hebben. Om te weten wat beweegt ze. En ook zeg maar de Eurofractie en ook de Eerste Kamer. Nou, dat zijn al 17 keer 2 uur. Maar dat is belangrijk om te doen. Dat je gewoon weet wat in ieder beweegt. En het ook heel belangrijk is dat een partijvoorzitter zelf er helemaal neutraal in zit. Dat hij zelf ook geen geheime agenda en geen motief heeft. Ik ben heel blij in Gelderland. Ik heb landelijk geen ambities meer. Dat geeft mij ook de ruimte om die onafhankelijkheid te hebben in het gesprek met ieder. En ik hoop dat mijn collega's, kandidaten ook die onafhankelijkheid hebben. Maar dat is heel belangrijk. Dat je niet zelf een geheime agenda hebt. En dan kun je dat gesprek goed voeren. En als je weet van wie waar staat, dan kun je ook een beeld vormen welke dynamiek daar is. En welke parachutes je kunt ontwikkelen als het echt fout gaat. Voorkomen is beter dan genezen. En als je dat goed in kaart hebt, dan kun je een heleboel ellende voorkomen. En het tweede is denk ik dat wij gelukkig vleken bij GroenLinks wel wat minder reglementaire chaos hebben. En ook weten wat in beslotenheid moet blijven. Wat echt de privacy van personen is, moet je gewoon een kleine kring houden. Daar moet je gewoon zorgvuldig mee omgaan. We zijn ook een partij van de privacy. Ja, zeker. Kijk, de kern van dit hele vraagstuk is natuurlijk of je een voorzitter hebt die de bestuurlijke kracht heeft om, als er problemen zijn, om die ook aan te pakken. Want het is natuurlijk erg makkelijk om in mooie tijden waarin we groeien als partij en wanneer we een heleboel leden hebben en een heleboel kiezers, om dan voorzitter van de partij te zijn. Waar het over gaat is dat je in tijden van crisis er ook kunt staan. En ik denk dat het belangrijk is dat je iemand hebt die daar ervaring mee heeft. En ik heb natuurlijk de ervaring vanuit mijn Rotterdamse situatie. Ik ben daar wethouder. Het is niet een eenvoudige job. Het is een lastige periode. Ik heb de ervaring ook om te gaan met de media. Om met ingewikkelde vragen. Maar zeker ook in de tijd dat ik in het bedrijfsleven heb gewerkt. Aan de top van Essent. En in de bestuurlijke ervaringen die ik ernaast heb opgedaan. In het ziekenhuis waar ik toezichthouder ben. In de ouderenzorg. Maar ook in de cultuursector in Amsterdam. Merk ik dat het helpt. Om er te zijn wanneer het goed gaat, maar vooral om er te zijn en om ervaring te hebben met het dealen met crisissen. Want je hoopt niet dat ze er komen, maar als ze er zijn, dan moet je ze op tijd kunnen detecteren, moet je ze op tijd kunnen oplossen en te zorgen dat dat het thema's worden die binnen de partij blijven en niet een situatie ontstaat zoals bij GroenLinks, want dat wens ik niemand toe, maar zeker onze partij niet. Ja. Ja, het is niet alleen maar een bestuurlijk probleem. Want een drama op lokaal niveau is dat je natuurlijk permanent wethouders die fulltime zijn en fractievoorzitters die erbij doen. En soms in deze tijd echt letterlijk erbij doen, want soms is het ook een belangrijke bron van inkomen. En soms kunnen ze ook niet stoppen, want het ook financieel van belang is. Dat zijn ook geheime motieven die je moet kennen. En er zijn heel veel plekken ook bijvoorbeeld waar een fractievoorzitter heel graag wethouder wil worden. Of vooral nu, omdat het een aardig inkomen verschaft.
Ik heb dat in steden meegemaakt waar ik de afgelopen jaren wat bemiddeld heb. Ingrid van Engels heeft een hele batterij mensen die af en toe helpt bij problemen. Die hebben allemaal de krant gehaald, die problemen. De oplossingen zijn al discreter geweest. Want die zijn inderdaad geweest gewoon met elkaar goed te praten. Wat wil je echt met elkaar en hoe kom je eruit? En ik denk dat de ervaring die ik heb als afdelingsvoorzitter op een aantal plaatsen, dat helpt om te herkennen wat er fout kan gaan en wat er goed kan gaan. En nogmaals, het is iets wat in alle partijen gebeurt. Ik bedoel, geen enkele partij is verstoken van mensen. Menselijk handelen, het goede en het kwade hebben we allemaal in ons. Mag ik daar nog op reageren of niet? Ja. Nou, wat ik wel heel erg belangrijk vind, is om te realiseren, we zijn een politieke vereniging. En een politieke vereniging is echt iets heel anders dan een bedrijf. En waarom vind ik dat belangrijk om te benoemen? Omdat je hebt ook geen werkgevers-werknemersrelatie met elkaar. We zijn allemaal leden en die zijn allemaal bij ons in de partij net zo waardevol. Toen ik fractievoorzitter was in Groningen, dat was inderdaad niet in de gelukkigste tijd van onze partij, zaten wij in een kabinet waar besloten werd te gaan boren in de Waddenzee. En dan kan je vertellen dat als dat gebeurt in je regio waar jij fractievoorzitter bent, dat dat tot een hoop gedoe leidt. En op dat moment zorgen dat je met elkaar in gesprek gaat, dat je argumenten uitwisselt. Ik heb toen vele zaaltjes ben ik afgegaan en ben ik met elkaar in gesprek gegaan. Op de juiste moment ook de Kamerleden erbij te betrekken, die daar ook keuzes in moesten maken. Dat heeft er uiteindelijk voor geleid dat zo'n discussie rustig verloop is in de partij. En dat heeft alles te maken met respecteer je ook de positie van die ander. Respecteer je ook het mandaat wat bijvoorbeeld een fractievoorzitter of een gemeenteraadslid, wat natuurlijk ook net zo goed als ik gekozen ben door de leden en in hun geval vaak ook nog met een mandaat van de kiezer erbij, hoe ga je daarmee om? En dat vraagt een wel een iets delicatere benadering in mijn ogen dan dat bijvoorbeeld in een bedrijfsomgeving zou zijn. En dat vraagt vooral heel veel gesprek en heel veel begrip over en weer. Maar het is heel goed om wat mij betreft ook de kennis te hebben van die twee werelden, want ze horen heel erg goed bij elkaar. Ja. Nou, ik wil even aanvullend een vraag stellen, zeker aan mevrouw Alexandra van Huffelen. Ik ben fractievoorzitter van Haarlem. En ik heb ook crisissen meegemaakt. En ik vraag me toch af om mij nog te overtuigen. Want u had een goed verhaal. Jullie verhaal heb ik ook toevallig niet gehoord. Maar ik hoor jullie nu op een rijtje. Dat je echt tijd hebt voor als er crisissen zijn. Want dan gaat het er natuurlijk om. We zijn nu blij dat Alexander er nog is om leiding te geven aan de partij. Maar als hij niet meer ophoudt, dan zitten we met een probleem. En mijn vraag is wel van, kunt u me nog even overtuigen dat u echt de tijd heeft, hè, met die combinatie van wat u zegt, toezicht in de zorg, in de ouderenzorg, als wethouder van Rotterdam, een hele moeilijke stad, cultuur ook nog erbij, van hoe gaat dat? Want ik vind het ook wel prettig als er dan problemen zijn hier in Haarlem, wij zijn een belangrijke afdeling, dat ik dan ook persoonlijk zou kunnen bellen om te overleggen en dat er geholpen wordt. En ik heb dit zo allemaal gehoord, ik denk, maar juist aan jou, omdat jij zo benadrukt hoe druk en hoe competent ook, maar heb je die tijd als wij in nood zijn om ons geestelijk bij te staan? Dat is eigenlijk. En de kern van het antwoord is natuurlijk absoluut. En ik heb ook in de afgelopen tijd heel erg veel rondgebeld met ontzettend veel mensen binnen de partij. En ik vind het heel erg belangrijk dat je er bent, altijd. Het gaat erom dat je natuurlijk voor de partij kunt zijn. En als ik er niet van overtuigd was dat ik voldoende tijd kon investeren in de partij, niet voldoende ook er zou kunnen zijn wanneer er crisis is, dan zou ik deze baan of deze kandidatuur natuurlijk niet willen doen. Want het is ongelooflijk belangrijk dat je bereikbaar bent voor iedereen die dat graag wil. Gelukkig is het overigens ook zo dat er niet alleen een voorzitter is, maar ook een heel bestuur. Maar uiteraard genoeg tijd investeren in de partij is wat mij betreft cruciaal. En ik ben overtuigd dat ik dat ook kan doen. Dank. We komen al een beetje toe aan een onderwerp dat tot nu toe dat eigenlijk het laatste is dat we op onze agenda hadden staan. Een onderwerp voor het debat. Ik zou zeggen, ga even zitten. Want het is een lange avond. En dat is het onderwerp. We hebben natuurlijk buitengewoon ongelijksoortige afdelingen in D66. We hebben grote en we hebben kleine, om het zo maar even samen te vatten. En nou, hier staat het in feite op het bord gekalkt. Het doorvoeren van de nieuwe verenigingsstructuur moet sneller. Het fuseren van afdelingen zou minder vrijblijvend moeten zijn. En dat is
dat is een streven dat samenhangt met de kracht die je toch nodig hebt in een afdeling. En de, ja, nogmaals, de grote verschillen die we tot nu toe hebben op dat gebied. Michiel grijpt de microfoon en wil er iets over zeggen. Als je met deze stelling bij een kleine afdeling komt, dan weet je zeker dat het 2 jaar lang duurt. Dus hij is heel erg waar, maar hij is pas waar als hij ook zo gevoeld wordt. En een moeilijke oefening die je vaak hebt met afdelingen is uitleggen dat een afdeling iets anders is dan de raadsfractie. Dat je heel goed met elkaar elke dinsdagavond een steunfractie hebt, maar dat de penningmeester van 2 of 3 gemeentes dezelfde is. En dat de verkiezingscommissie ook dezelfde is. Het lukt eigenlijk alleen maar als je mensen erin meeneemt. Je kunt niet opleggen. En dat kost dan maar tijd. Maar je ziet dat het gewoon stap voor stap gaat. Steeds meer, zeg maar, beginnen afdelingen gewoon met elkaar te beginnen. Dus we krijgen nu 1 afdeling Noordwest-Veluwe. Dat doen ze van onderop. Niet omdat het opgelegd wordt, maar omdat ze zelf ervaren dat het beste werkt. Nou ja, ik denk dat in deze het ook goed is om ervaringen die al in land zijn van afdelingen die meerdere fracties onder zich hebben, te delen. Ik kom uit Noord-Nederland en daar heb je sowieso afdelingen die bijna altijd, behalve de grote steden, die bijna altijd al meerdere gemeentefracties bedekken. De gemeente of de afdeling Westerkwartier, daar zit Leek en Marum en Grote Gast in. Dus die ervaring is er al. Ik ben het helemaal met Michiel eens. Op het moment dat je dat gaat dwingen en je gaat zeggen van jullie moeten nu minimaal zoveel leden hebben, dat betekent in Groningen bijvoorbeeld dat je 2 afdelingen overhoudt. De stad en het Ommeland. En het Ommeland heeft dan wel 23 gemeentes onder zich. Ja, dan moet je wel gaan afvragen hoe haalbaar is dat. Daarin zijn er grote verschillen in Nederland en daar moet je gewoon aandacht en respect voor blijven houden. Want anders werkt het niet. Maar dat er meer vaart mee gemaakt moet worden, dat er meer kennis uitgewisseld moet worden, dat je af en toe ook inderdaad als afdeling, als Groningen zegt van, weet je wat, wij nemen de penningschappen van die regio op ons. Ja, en soms heb je daarvoor een beetje pragmatische houding voor nodig. We hebben in Groningen bijvoorbeeld jarenlang een regiobestuur gehad dat samen met het stadsbestuur feitelijk 1 bestuur vormde. En daarmee die slagkracht en van met name die kleine afdelingen rondom de stad heen kon versterken. Maar je moet vooral naar dat soort pragmatische oplossingen kijken. Hoor je zeggen maatwerk eigenlijk. Ja. Alexander. Ja, het thema dwingen of afdwingen, dat is iets waar deze zestigers over het algemeen echt de kriebels van krijgen. Dus volgens mij gaat dat niet werken. Het idee om meer samen te werken is ontzettend belangrijk. Moeten we vooral mee aan de slag. Zowel tussen grotere afdelingen die kleinere kunnen ondersteunen, als tussen kleinere afdelingen samen. Maar niet onder dwang, want dat wordt volgens mij helemaal niks. Michiel? Nou, ik zou 1 uitzondering willen maken. Die fameuze G4, die trekken nog wel eens een grote broek aan. Zelfs trouwens ook Groningen. Zijn ook groot, hè? Ook Groningen, ook Nijmegen. Dan mag je best zeggen van, dan mag je ook wel wat meer je afdeling en omgeving op sleeptouw nemen. Dus als je een keer een Kamerlid hebt, zorg dan ook dat de mensen uit Lingewaard of uit Rolde, zeg maar, ook gelegenheid hebben om te kunnen komen, ook uitgenodigd worden. En dat kun je ook versterken door te zeggen, oké, dan krijgen die G4-afdelingen ook de ledenlijst van de leden in de omliggende gemeentes. En ik vind ook dat van die grote steden, dat mag je ook wel verwachten, die mag ook best eens een Europa-werkgroep hebben als gemeente Rotterdam, als afdeling Rotterdam, of dat Den Haag ook een werkgroep heeft op het gebied van zorg. Die mogen ook iets meer aanbod aan leden doen, dat ook lokaal leden die niet lokaal geïnteresseerd zijn, geboeid worden door wat D66 te bieden heeft. Maar ga je ze dat dan dwingen om een Europa-werkgroep te starten in Den Haag of zo? Niet per se die Europa-werkgroep, maar wel indringend zeggen van, ja, in die 4 grote steden wonen de helft van de leden. En die leden zijn niet alleen maar geïnteresseerd in de stoeptegel en lokale politiek. Die zijn ook vaak landelijk geïnteresseerd. Maar over dwingen hebben we het eigenlijk niet. Volgens mij gebeurt dat in de praktijk ook al. Ja, ik zeg het wat het gebeurt in de praktijk op allerlei plekken. Als ik met de voorzitter in Den Haag praat, heeft hij ook regelmatig contact met zijn collega's in Voorburg en Leidschendam. En kijken hoe ze samen verder kunnen gaan. Er zijn gesprekken tussen grote afdelingen en regiobesturen. Als het gaat om campagne voeren. Van jongens, hebben jullie misschien eens een team mensen over dat ook bij ons is een flye dag kunnen organiseren. Dus het gebeurt al lang. Dus laten we ook vooral daarin niet vergeten hoeveel kracht er al in de afdeling zit in je eigen organisering. Maar die voorzitter van die G4 zijn geen doetjes hoor. Die kun je best als stevig aanspreken. Dan gewoon een glimlach erbij. Het zijn aardige kerels. Nu zit alleen kerels trouwens. Ja. We hebben het hier ook niet echt over dwingen. Hè? Het minder vrijblijvend staat er. Dus gaat een beetje in die richting. Het is wel een onderwerp dat meer echt voor de echte partijtijgers is, maar is er iemand in de zaal die hier nog iets over zou willen opmerken, dan wel vragen? Ik zie een soort, een vinger daar. Mij opvalt dat toch heel veel afdelingen liggen. Ik weet uit een enquête in Noord-Holland dat iedere afdeling toch eigenlijk een eilandje is. En dat is wel
Ja, ik denk dat het een groeiprobleem is. Dat gewoon, we zijn heel druk bezig overal ons eigen werk te doen. En dat je, ja, je moet op je gemak raken in je werk als fractievoorzitter, als afdelingsvoorzitter, voor je ook tijd hebt voor iets anders. Soms merk je wel van, ja, even vragen aan de buurman, gaat sneller dan alles zelf te proberen uit te vinden. Maar dat is gewoon voortdurend weer gelegenheid geven tot uitnodigen. Ik wil heel veel dingen die we doen zo'n zaterdag. Ja, niet iedereen kan zaterdag naar Domkerk voor een dag over gemeentelijke herindeling. Niet iedereen kan naar een bijeenkomst over campagne voeren. Dus je moet ook blijven aanbieden. Ik heb even uitgerekend gisteren, maar elke week verandert er één afdelingsvoorzitter. Dus je moet niet zeggen van, nou, hebben we het al gedaan. Nee, je moet eigenlijk elk kwartaal weer opnieuw een aanbod doen, opnieuw verleiden. Maar wat je natuurlijk wel kunt doen vanuit het landelijk bestuur is dat wat we organiseren met elkaar. Bijvoorbeeld cursussen over hoe je een debat doet of hoe je het politieke handwerk meer onder de knie krijgt. Dat je dat zoveel mogelijk gezamenlijk organiseert. En daar leren natuurlijk al die besturen lokaal en alle volksvertegenwoordigers elkaar ook beter kennen. En dan is het ook wel een kwestie van het zelf oppakken. Want we zijn natuurlijk ook heel erg een partij die gelooft in de kracht van mensen. Dus ook in de kracht van onze eigen mensen om met elkaar aan de slag te gaan. En je kunt daar natuurlijk dingen voor regelen die werken. Maar het helpt ook wel als mensen daar zelf dan vervolgens mee aan de slag gaan. Want anders blijft het een beetje hangen bij een soort, nou ja. En als ze zelf ontdekken dat het werkt. Want, ja, een van de mooie signalen die ik vond. Hè, we hebben als evaluatiecommissie bij die laatste Tweede Kamerverkiezingen een heleboel informatie uit de partij gekregen. We hebben meer dan 2000 enquêtes teruggekregen. We hebben gesprekken gevoerd en heel veel geluiden gehoord in die zin. En een van de dingen die ik heel mooi vond eruit komen was dat er een meerderheid van de afdeling samengewerkt heeft met andere afdelingen bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. En dat eigenlijk de afdelingen die dat gedaan hebben buitengewoon positief zijn over die samenwerking. Dus die positieve waarde van het met elkaar optrekken heel erg ervaren hebben. Nou, ik heb uit Bloemendaal mooie voorbeelden gehoord van hoe je dat goed kunt doen op het moment dat je samen met Haarlem, met Heemstede was het volgens mij. Met die drieën hebben jullie die samenwerking opgezocht hebben. En hoe je daar die kracht in kunt vinden. Dus ik denk dat inderdaad ook wel een beetje een groeiproces is. Maar er zijn steeds meer afdelingen die elkaar zoeken. Er zijn ook steeds meer regiobesturen die ook daar waar die witte vlekken zitten, proberen dat goed te organiseren. En ik denk dat een proces is wat je alleen maar moet stimuleren. En daarin veel voorbeelden over en weer moet delen. Dat u, ja, schreeuwen is het enige wat erop zit. Ja, volgens mij heb ik ook... Praten ze zo net, toch? Ja. Nee, ik denk oprecht dat wij veel kunnen leren van de JD. Ik heb net ook al aangegeven, die groeicommissies. Hoe jullie omgegaan zijn met die enorme groei als vereniging. En hoe organiseer je dat dan? Welke structuren werken nog wel en welke structuren werken niet meer? En welke aanpassingen? Dat zijn dingen waar wij van kunnen leren. De kaderweekenden waar je elkaar ontmoet, is dat ook. Voor een deel doen we dat ook wel. Hè. We hebben ook een bestuurdersweekend. Waar we op die manier elkaar ontmoeten en ook aan elkaar werken. Dat doet de bestuurdersvereniging volgens mij mooie dingen. Ik ben al zelf al een paar jaar niet meer geweest, maar heb daar in het verleden veel... Ja, het zijn alleen maar mooi en vast alleen maar. Maar ja, we kunnen leren. Tegelijkertijd moeten we ook realiseren dat natuurlijk dat wij als vereniging nog een slag groter zijn dan de JD. Dus dat daar misschien nog net wel werkt. Misschien in de volgende groeicommissie van de JD jullie ook moeten constateren dat dan net niet meer werkt. Maar dat we kunnen leren van elkaar, absoluut. Ik denk dat het zeker zo is. En het klinkt een beetje inderdaad zoals jij zegt, obligaat. We hebben natuurlijk fantastische onderdelen van onze partij. Ook als het gaat over het scouten van mensen. Of bijvoorbeeld Route 66 of Doen 66. En ik vind het wel intrigerend. Want we waren gisteren bij zo'n weekend van de JD. En het enthousiasme wat er is om met elkaar aan de slag te gaan. Ook hele fundamentele onderwerpen te discussiëren. Dat is wel erg fantastisch om te doen. En dat moeten we wat mij betreft in de partij vaker doen. Want daarmee zorgen we dat we ook weer een club worden waar mensen zich thuis voelen. Die heel erg houden van het inhoudelijk debat. En dat zijn de meeste eigenlijk van onze leden. Een laatste opmerking. Ja, van iets heel simpels toch hoor. We hebben 400.000 leden. Waarvan 150 fulltime politici. En 23.850 mensen die een beetje bij doen. En een simpel iets is. Ja, waarom zitten hier niet 200 mensen? Ja, de meeste mensen hadden een agenda al gevuld. Voordat deze avond gepland was. Dus je moet ook wel een agenda hebben in de partij. Dat je gewoon weet van wanneer is wat.
Dat je weet van tevoren, de congressen weet je van tevoren. Je weet gewoon een jaar van tevoren, dat weekend is een congres. Maar laten we ook rekening houden met heel veel leden, bezorgde burgers zijn die politiek erbij doen. Dat je ook zeg maar een kalender hebt en ook een haalbare inspanning van iedereen vraagt. Die te doen is naast werk, vrienden, enzovoorts. Beste democraten, ik wilde maar een eind maken aan deze avond. Ik denk dat we de onderwerpen wel zo ongeveer gehad hebben. En dat, want dat is, dat is toch het allerbelangrijkste. Dat jullie allemaal een beetje een indruk hebben kunnen krijgen, voor zover je die niet al had. Van welke keuze er nou eigenlijk gemaakt zal moeten worden. Voor 8 maart, hè? De keuze op 7 maart voor het laatst. Voor 11 uur nog. Oh ja, dat wordt vreselijk druk natuurlijk. Ik wens jullie allemaal veel wijsheid en ik wens de 3 kandidaatvoorzitters veel sterkte. Wij zien elkaar weer en goede nachtrust. Wij zien elkaar weer in Zwolle. Ik geloof dat jullie tussendoor ook nog allerlei gezamenlijke... We zijn nog in Utrecht, dus als u het bevallen is vanavond, u kunt nog vaker komen. Kom naar Utrecht, kom naar Zwolle. Roermond, Delft. Roermond, ja. Den Bosch ook nog. En ook ongelooflijk veel informatie op het web. Ja. Kortom, allemaal hartelijk dank en we zien elkaar in elk geval op het congres, stel ik me zo voor.